Zo, bij mij is het inmiddels 8 uur, dus we kunnen van start gaan. Ik zie dat er al een mooi wat aantal deelnemers zijn ingehaakt. Het is alleen maar leuk om te zien, want ik weet dat er ook concurrentie is van het landbouwdebat. Maar goed, ja, fijn in ieder geval dat iedereen aanwezig is. En vandaag dus een kijkje achter de schermen van een bestaande herenboerderij. En dat doen we met Albert Boersen en Jetske Thiele. Albert is boer bij boerderij De Vlinderstrik in Rotterdam. En Jetske is lid in Boxtel als herenboerenlid. Ja, later in het verhaal komen zij dus aan bod. Voor degene die voor het eerst inhaken. Ik vind het wel leuk om te zien trouwens dat er af en toe wat bekende gezichten of namen voorbij komen. Voor degene die hier nieuw zijn. Een korte uitleg van de winterschool. Deze hebben wij in het leven geroepen om aspirant-leden en geïnteresseerden in Herenboeren Nijmegen te blijven betrekken. Eigenlijk juist in deze tijd, omdat we elkaar toch niet echt op kunnen zoeken in het echt, proberen we op deze manier mensen en vooral elkaar ook een beetje van kennis te voorzien en van inspiratie. Want het duurt namelijk nog even voordat de boerderij er is. Nou, hoe ziet de avond eruit? Ik zal zo meteen even wat technische punten toelichten. Ik zal ook een korte toelichting geven op de stand van zaken rondom Nijmegen. Ik kan me voorstellen dat veel mensen daarin geïnteresseerd zijn. Na mijn verhaal komen Albert en Jetske aan het woord, één voor één. En aan het eind zal er nog een Q&A zijn. Daarbij kun je dus al je vragen stellen die je hebt. Ik vind het ook altijd leuk als tussentijd de chat wordt gebruikt om elkaar een beetje te sparren. Jetske zal jullie ook vragen om af en toe eens wat informatie te delen via de chat. Maar daar zal ze zelf later meer over vertellen. Ja, zoals gezegd, ik probeer het binnen 5 minuutjes te houden. Ik ga mijn best doen. Want het gaat uiteindelijk natuurlijk om de verhalen van Jetske en Albert. Jetske heeft een mooie presentatie ook voorbereid. Die zal ze ook toelichten. Dus het woord is eerst aan Jetske. En daarna zal Albert zijn verhaal doen. Afsluitend, wat kan zij hebben? Een Q&A. Ja, hebben we dus de mogelijkheid om direct vragen te stellen aan Albert of aan Jetske. Of aan elkaar eventueel als die behoefte er is. En ik probeer rond 9:30, 9:45 probeer ik ongeveer af te sluiten. Nou, ik begin bij de technische punten. Ja, de bekenden weten kende de weg. Het is alweer de vierde editie, maar toch altijd goed om er even bij stil te staan. Ik had het net al ook even gechat. Ik wil iedereen vragen om zijn beeld op zwart te zetten en het geluid te muten. Dat zorgt er gewoon voor dat we de presentatie van de spreker iets meer helderder krijgen. Voor degene die niet weet hoe dat werkt, dat kan gewoon linksonder in je Zoom. Optioneel kun je ook je view aanpassen naar speaker view. Daarmee zie je de spreker iets beter, waardoor de focus op de presentatie ligt. En dat doe je rechtsbovenin. Tijdens het verhaal van Albert en Jetske is er nog niet echt de mogelijkheid om live vragen te stellen. Ik wil je dan ook uitnodigen om je vragen te bewaren, zodat je die na afloop zelf kunt stellen. Dat doen we dus tijdens een soort vragenuurtje. Ik moet even kijken hoe lang we daarvoor uittrekken. Maar zolang er vragen zijn, willen we ook de mogelijkheid bieden om die beantwoord te krijgen. En ons lijkt het leuk, hebben we de vorige keren ook gedaan, is omdat iedereen dan de camera's aanzet, nog wel even het geluid op mute te houden. Heb je een vraag, steek dan je hand omhoog. Dan zie ik dat je een vraag hebt. En dan kan ik een beetje coördineren wie de vraag mag stellen. Zo proberen we iedereen aan de beurt te laten komen. Ik zal het ook nog aan het einde een keer toelichten. Dan is het voor iedereen helder. Ja, wat ik al zei, voel je overigens vrij om tijdens het verhaal de chat te gebruiken. Het is leuk om onderling van gedachten te wisselen. Jetske zal jullie er ook nog om motiveren. En ook wel belangrijk om te weten, we nemen de webinar op en we delen hem na afloop. Dus heb je er bezwaar tegen om in beeld te komen, ja, laat dan ook je camera uit, maar gebruik de chat eventueel om vragen te stellen. De chat die zit hier overigens, dus mocht je daar gebruik van willen maken. Nou, over naar de stand van zaken voor Herenboeren Nijmegen. Voor degenen die nog niet bekend zijn met het concept, probeer ik in 2 zinnen ongeveer uit te leggen wat het is. En ik lees dat altijd voor, omdat dan iedereen ook een gelijk verhaal krijgt. De meeste informatie staat ook echt op onze website. Dus mocht je meer informatie willen, ja, voel je vrij om daar naar te surfen.
De Q&A staat daar ook. Maar wat Herenboeren is, Herenboeren Nijmegen, is een coöperatie waarbij 200 huishoudens, oftewel leden, zich kunnen aansluiten. Met elkaar starten we een gemengd boerenbedrijf, waarbij we als leden een boer of boerin in dienst nemen, die het land bewerkt en de dieren verzorgt. De leden en de boer bepalen met elkaar wat er wordt geproduceerd. Dat is dus eigenlijk in twee korte zinnen wat Herenboeren Nijmegen ambieert. Nou, we hebben ook best wel een uitgebreide visie op de website staan, waarin we dus ook per thema een uitgebreider beeld geven. Dus heeft, en ik denk dat vanavond ook wel echt een mooi moment is om, om met elkaar eens in gesprek te gaan. Om te kijken naar wat de verwachtingen zijn of wat ook de werkelijkheid is. Nou, waar zijn we nu? Nou, het is alweer ruim een jaar geleden dat de eerste kartrekkers, inmiddels noemen we onszelf het bestuur, zijn we ook van de coöperatie, dat we bij elkaar zijn gekomen. En inmiddels zijn we bij de volgende fase aanbeland. Dat is het vinden van aspirantleden. Daar zijn we best aardig in op weg. Het vinden van grond en het vinden van een geschikte boer. Nou, afgelopen week hebben we met het bestuur een overleg met de procesregisseur van Herenboeren Nederland gezeten. En daarbij werd nogmaals duidelijk dat we echt aan het begin van het proces staan. Dus geduld is niet alleen in deze fase van opstart een belangrijke eigenschap, maar is ook tekenend voor de natuur misschien wel. De natuur. Dus alles wat aandacht krijgt en tijd nodig heeft, zal op termijn ook gaan groeien. En dat is ook een beetje de filosofie die bij Herenboeren heerst. Eerst zaaien voordat we kunnen gaan oogsten. Nou, dat gezegd hebbende, op dit moment staat de teller van de intentieverklaring op 155. En dat is een mooie, ja, dat is eigenlijk een mijlpaal, omdat we bij 150 leden ook daadwerkelijk de locatie en de boer kunnen gaan starten, zeg maar. Ja, natuurlijk is de grote vraag ook, zeker bij de aspirantleden en degene die nog niet de intentieverklaring hebben getekend, waar gaan we landen? Nou, wat we aan kunnen geven is dat er hoopgevende gesprekken plaatsvinden op meerdere plekken. Het zou snel kunnen gaan, maar wat we ook bij andere herenboerderijen weten, wat die ervaring daar is, dat het ook makkelijk kan afketsen. En dat het weer een hele tijd kan duren voordat we de locatie gevonden hebben. En het is dus belangrijk dat die locatie ook een beetje op fietsafstand is van de stad. En daarin zitten best wel wat, wat uitdagingen voor ons. Het heeft ook te maken met de goede grondsoort, de voorzieningen en ook de afspraak met de eigenaar van de grond. Dus weet in ieder geval dat we daar hard aan het werk zijn, achter de schermen. En dat we daar, als we daar meer nieuws over hebben, dat jullie de eerste zijn die het horen. Over naar de sprekers. Te beginnen bij Albert. In het verleden was Albert als commercieel adviseur bij rundveehouderij betrokken. Hij was ook bedrijfsleider in Rotterdam bij de Floating Farm. En tegenwoordig is hij als boer bij Herenboerderij de Vlinderstrik betrokken. Hij zal daar zelf iets meer over vertellen zometeen. Maar het is ook wel leuk om zijn Instagram-account te kijken. Daar deelt hij heel veel dingen ook over de boerderij. Dus als je zo weet van ja, wat speelt er nou of hoe ziet het er in Rotterdam uit, ja, dan is dat zeker wel een leuke toevoeging. En hij zal er zo meteen uitgebreid iets over vertellen. De volgende spreker is Jetske. Jetske is al 15 jaar werkzaam in de duurzaamheidstransitie. Ze is inmiddels ook zelfstandig ondernemer. Juist in de duurzaamheid, onder de naam Vlechtenwerk. En ook wel leuk om te vertellen is dat ze een podcast host is. Onder de naam Duurzaamheid, hoe dan? Ze is dus lid van Herenboeren Bokstel. En in het verleden heeft ze onder andere gewerkt als adviseur bij ketensamenwerkingen. En is redactielid geweest en kennismakelaar van Renda. Tot zover mijn praatje. Ik ben er 3 minuten overheen, zie ik. Dus ik zal snel het woord aan Jetske geven. Eens even kijken. Ik zal mijn scherm stoppen met delen. Jetske, dan wil ik jou vragen om je beeld aan te zetten. En het scherm te delen. Kijk, daar is ze. Welkom. Hoi, goeie avond. Goeie avond. Ik zat al te kijken, maar ik zie inderdaad de rest allemaal nog in het zwart. Dat was jouw voorkeur ook, hè Piet? Ja, dat is meer een beetje uit respect ook naar jou toe. Dat we in ieder geval aandacht op jouw presentatie hebben. Nou, dankjewel. Maar dan zie ik geen hoofdjes. Dus dat is het enige nadeel. Maar als het inderdaad het techniek van de presentatie dwarsboomt, dan weet jij dat beter. Dus dan doen we dat. Ja. Vertrouwen.
goed. Nou, kijk. Nou, dat is leuk. Dankjewel. Zwaaien, zo, dan heb ik een beetje een beeld. Je kan zien als je doet. Ja, hartstikke goed. Dankjewel. Ja, en kijk je in de keuken, letterlijk. Je ziet hier op de achtergrond inderdaad ook een keuken. Het is niet mijn keuken. We hebben het geluk dat het vakantie is op dit moment. En wij zijn er even uitgegaan. Dus wij zitten ergens op de Veluwe in een huisje. En heel fijn er soms even uit te zijn, vooral in deze tijden. Ga je een kijkje geven in mijn keuken, hoe ik betrokken ben geraakt bij de herenboeren. Hoe ik dat ervaar. En ik ben ook heel benieuwd hoe jullie betrokken zijn bij het initiatief in Nijmegen. En zoals het wel eens gaat op vakantie, ik weet niet of mensen dat herkennen, maar ik vind het dan heel leuk om lokale producten te kopen, te eten, te proeven. De winkeltjes in te gaan. Zoals bijvoorbeeld het waddenzout, wat ik ook overal mee naartoe neem natuurlijk. En de potjes honing aan de kant van de weg, die koop ik met liefde. En als je dat op vakantie zou doen, ja, waarom zou je dat dan eigenlijk niet ook thuis doen? En volgens mij is dat ook eigenlijk iets wat ons wel bindt. Kijken van, goh, op welke manier kan je lokaal en binnen je eigen omgeving, eigen lokaal, je eigen producten produceren met de herenboeren. Nou, ik vind het heel leuk. Ik heb een zachte G, zoals je het dan waarschijnlijk hoort. Maar ik kom uit Nijmegen, dus ik vind het heel leuk om juist ook bij deze groep er vanavond bij te zijn. Ik ben geboren in de Delystraat, dus dat is vlakbij de Anderstraat, de archipel, professorbuurt die kant. Mijn ouders zaten toen op de Radboud Universiteit, dus ik heb daar op de kleuterschool gezeten. Fietste naar het Kopse Hof, naar de Klokkenberg op de basisschool gezeten. En had muziekles op de Lindenberg, ging zwemmen in het Wielermeer. Dus het is wel een beetje mijn gebied, om het zo maar te zeggen. En vanaf mijn 12e zijn we naar het Brabantse verhuisd. Dus vandaar de zachte G of G, nou, ik weet niet of het hoe erg het is, maar in ieder geval het Brabantse, waar ik me nu verblijf. Nou, heel leuk om te zijn. Ik benijd jullie niet, want toen ik lid werd, ik ga al nummer 103, stond er al iets. Was er al een plek bekend? Waar was het eerste initiatief al genomen? Dus ik was een, zoals het mooi heet, een early adapter. Dus ik kon ergens bij aansluiten. En dat was heel fijn. Dus ik zeg al, benijd jullie niet, maar des te meer een hart onder de riem. En complimenten voor het feit dat jullie, of in ieder geval zover ik weet, de meeste van jullie dan ook zijn ingeschreven. 157, als ik dat net goed in de chat zag als nummer. Ik hou de tijd een beetje in de gaten, anders dan gaat dat mis. Nou, even iets over mijzelf. Ik zal de presentatie even delen. Ik heb toch even wat plaatjes erbij gepakt. En dat geeft iets meer beeld. Dat is altijd wel leuk. Nou, dus de opening, zeg maar, over wat daar inmiddels allemaal aan het ontwikkelen is. Nou, iets over mij of over ons gezin, zoals het dan zo mooi heet. In deze tijden, we hebben aan het einde van de eerste lockdown wij blijven thuis een foto gemaakt. In de deuropening weliswaar. Dus ik ben getrouwd. We wonen in Vught met Ron en de twee kindjes. Van 10 en 7. En nou, hun zijn meteen ook voor mij de aanleiding om lid te worden bij de herenboerderij in Boxtel. Heel plat gezegd, uiteindelijk gaat het om de toekomst. En ik vond het belangrijk dat ze weten waar het voedsel vandaan komt. Dat ze het zien groeien, dat ze het meegaan in die ontwikkeling. En op die manier ook onderdeel zijn van een positieve beweging. Nou, lid nummer 103. Ik ben helemaal niet van de cijfertjes en van de nummertjes. Maar ja, dit is toch een nummer waar ik wel trots op ben. Dus dat vind ik wel heel leuk. Ik zeg ook vaak met de medeleden. Nou, ik zit net boven de helft, zeg maar even. Dus die 103. Maar ik ben er wel heel erg trots op. En ik hoop dat jullie ook trots kunnen zijn. Snel op jullie eigen nummer binnen het initiatief. Nou, wat Piet al zei, al lang werkzaam, al meer dan 15 jaar met duurzaamheid. Ik ben een bouwkundige van oorsprong. Doe veel voor woningcorporaties met duurzaamheidsprogramma. Ik werk nu ook als programmamanager voor 8 Brabantse woningcorporaties onder de naam Lente.
waar we innovatie bevorderen, kennis en ervaring uitwisselen op verschillende duurzaamheidsthema's. Dus dan heb je het over circulariteit, over houtbouw, over warmtewissel, dus energietransitie, over klimaatadaptatie. We hebben het over energiebesparing, over hoe zorg je er ook voor dat bewoners ook in het kader van sociale economie dubbel duurzaam, dus dat ook vanuit die kant verder kunnen ontwikkelen. Nou, allerlei thema's waar ik me hard voor maak, help organisaties ook met een duurzaamheids-DNA. En met name eigenlijk om ambassadeurs te krijgen binnen een organisatie. En dat is wel heel leuk, die beweging die ik zie afgelopen jaren, dat het echt niet meer een soort verdomhoekje is of een paar mensen die zich er hard voor maken, maar steeds meer mensen. En dat iedereen daar ook zijn eigen bijdrage in kan leveren. En dat is heel leuk om te zien en dat geeft heel veel energie. En het doet ook iets voor de toekomstbestendigheid van een organisatie. Dus dat even in het kort. Ik ben ook burgerwetenschapper, oftewel wij gaan twee keer langs de Maas plastic rapen. Dat doe ik eigenlijk met mijn zoon, was oorspronkelijk de afspraak, een moeder-zoon momentje. Waar wij afval rapen en dat ook vervolgens in een database terug laten komen, zodat er ook beleid gemaakt wordt. Dus ik ben heel erg blij met statiegeld wat er nu is gekomen. Het is een project Schone Rivieren, heet dat. Weliswaar aan de Maas, maar dat gebeurt ook aan de Waal, geloof ik. Dus kijk daar eens naar. En ook een klein aandeelhouder van een waterkrachtcentrale. En dit, dat zie ik ook als een onderdeel van het kijken, stemmen met je geld, zeg maar even. Waar stop je je tijd en je energie in? Nou, even een hele introductie. Normaal heb ik dus allemaal gezichtjes, maar nu moet ik dat even zo doen. Dus ik hoop dat jullie met me meegaan. Nou, hoe is het zo gekomen? Trouwens, wat mij betreft, ik vind het heel leuk als jullie inzichten of als je iets meemaakt, wat je hoort, wat je interessant vindt, deel het wat mij betreft met alle liefde. Albert is ook actief op social media, Instagram ik ook, op LinkedIn en Twitter en Facebook allemaal, want ik vind het belangrijk dat deze verhalen verder worden gebracht. Dus alsjeblieft, maak daar gebruik van en tag mij, hartstikke leuk. Nou, waar het voor mij ook echt wel een beetje is begonnen, is ook het principe van dat wij op een ruimteschip zitten. En Wibbe Ockels zei dat zo mooi. We zijn uiteindelijk allemaal astronauten op ruimteschip Aarde. En ik doe dat ook vaak bij organisaties of in groepen. Een soort oefening over, stel we zouden met z'n allen in een ruimteschip terechtkomen en we zouden daar samen moeten overleven. Wat nemen we dan eigenlijk mee? En als je op die manier gaat nadenken over het feit dat wij in een gesloten systeem zitten met elkaar, dan ga je ook andere keuzes maken. Dan ga je anders denken over je directe leefomgeving. Maar wat ik eigenlijk nog veel belangrijker misschien zelfs vind, is het feit dat het niet zozeer gaat over minder, over je eigen negatieve impact verlagen, maar dat veel meer gaat over je positieve impact vergroten. En daar sta ik voor. Dat vind ik het belangrijkste. En ik merk dat je daar de meeste mensen in meekrijgt. Omdat je ergens in gelooft, iets belangrijk vindt. En als je dat meer aandacht gaat geven dan, letterlijk, hè, aandacht, dat groeit. En wordt het ook leuker door. En helemaal als je het samen doet. Nou, hoe begon het voor mij? Het was, niks is toeval, maar ik was in één keer in één week, kwamen twee dingen samen. Ik stond ten eerste in een hele drukke supermarkt. En ik ben, op vakantie vind ik het bijvoorbeeld wel heel leuk om naar de supermarkt te gaan, omdat er allemaal nieuwe dingen te vinden en te ontdekken zijn. Maar eerlijk gezegd, thuis heb ik dat wat minder. En ik zag toen ook heel concreet dat mijn boontjes, of de haricots, dat die kwamen uit Kenia. En ik begreep op een gegeven moment dat die ook dus met het vliegtuig naar Nederland toe kwamen. Dus ik vond dat bizar. Vervolgens zal ik letterlijk 2 dagen later een heel enthousiast verhaal, eigenlijk via een zakelijke contact, waar we het over hele andere dingen gingen hebben, maar uiteindelijk alleen maar hadden over de herenboeren. En ik werd daar zo enthousiast van en ik woon zelf in Vught en de herenboerderij in Boksel klinkt als een ander dorp, maar het is uiteindelijk 5 minuten rijden of 20 minuten fietsen. Dus hartstikke dichtbij. En hij was onderdeel van de initiatiefnemers en was erg enthousiast. Dus wij, en toevallig de week daarna was er dus, of dat weekend was er een excursie, dus wij daar naartoe met het hele gezin. En ik kreeg mijn man ook wel enthousiast, die vond het leuk. Zeiden van en er was een gelegenheid, dus we zeiden van, dat moeten we eigenlijk doen.
En voor ons was het, wat wij er met name zo mooi aan vonden, zoals het letterlijk concreet eigen producten produceren dicht bij huis. Maar nog veel belangrijker ook is dat er een ambitie werd uitgesproken. Het was niet, wij gaan hier de meest gaafste utopie met elkaar bouwen en één hele gave mooie boerderij organiseren. Nee, wij willen 100 van dit soort vlekken. Wij willen de grote schaal creëren, waardoor we echt innovatie kunnen creëren, waardoor je ook kan gaan leren van elkaar. En dat uitspreken van die ambitie, dat sprak ons met name heel erg aan, ook in het kader van innovatie is ook natuurlijk een onderdeel wat ik heel erg belangrijk vind. En dat kan ook alleen maar als je gaat opschalen. Dus voor ons was het een bewuste keuze, de investering. Het was voor ons net zo goed veel geld. Maar we hebben heel bewust een aantal andere keuzes gemaakt die maanden. En gespreid betaald konden. Het kon in ons geval toen nog. En eigenlijk er toch meteen wel voor gegaan. En dat was een beetje hoe dat voor mij is gegaan, in ieder geval inmiddels alweer bijna 3 jaar geleden. En ik ben even benieuwd of jij voor jezelf zou willen nadenken van, goh, wat maakte voor jou, waarom je dit zo interessant vindt en waarom je of al dan hebt ingeschreven of vanavond bij de winterschool bent. Dus waarom ben jij geïnteresseerd? Denk daar voor jezelf zo over na. En als je wil, ook heel leuk als je dat misschien in de chat zou kunnen zetten. Dus ik geef jullie even een minuutje tijd om en dat in de chat te zetten. Wat spreekt jou aan de herenboeren? Om even van elkaar ook dat te zien en te horen wat bij ieder speelt. Dus ga je gang. Wat was jouw aanleiding of wat maakte dat jij hier graag mee betrokken wilde zijn? Lid wilde worden. Was een concrete aanleiding? Had je iets gehoord? Heb je iets meegemaakt? Zet het in de chat. Ah, top. Marianne zegt inderdaad, het voedsel produceren met hart voor de biodiversiteit. Voor de kinderen heel bewust weten waar het eten vandaan komt, zegt Eveline. Zodat je ook bewust bent wat je eigenlijk consumeert. Piet zegt inderdaad het onderdeel zijn van de beweging en daarin vervolgens een groot verschil te kunnen maken. Ja, inderdaad. Ja, mooi. Oh, en Claire, oh ja, Clarence. Hi, Clarence. Hi. Samen zorgen voor een betere wereld en ook handen in de grond. Nou, dat is misschien ook wel iets bij naling van corona, dat we ook behoefte hebben aan een soort weer in contact letterlijk met de aarde. Nico zegt inderdaad, hebben jullie groente zonder belasting van vervoer? Ja, dichter bij huis. Wens om meer betrokken te zijn bij de productie van je eigen voedsel. Dat het zonder de bank kan. Dus laten zien dat het kan. Ja, dat vind ik ook een hele mooie. Positief opbouwend. Biodiversiteit vergroten. De sociale onderneming. Ja, dat is ook het sociale element. Kleinschalig samenwerken. Diervriendelijk. Gezonde manier. Gezonde voeding. Ja, dat is ook een hele belangrijke. Ja, leuk. Dankjewel. Ja, goed om dat uit te spreken. En ook te weten van elkaar. En dat is ook iets wat mij wel heel erg opviel in het begin, is dat de drijfveren anders zijn. Dat die divers zijn en dat dat ook dus helemaal prima is. En dat het concept zit wat dat betreft zo goed in elkaar, dat er voor ieder wat wil zit op dat vlak. Dus leuk om dat ook voor jezelf nog een keer even te herhalen, maar ook van de anderen te zien. Nou, hoe zit dat in ons geval dan dus praktisch uit? We hebben het geluk dat we al running zijn. We hebben een app, dus het is ook redelijk modern wat dat betreft. Daarin kan je kiezen welke ophaaldag jij hebt. Wij hadden eerst op zaterdag, maar het afgelopen jaar zijn wij juist op woensdagmiddag, eind van de middag, gegaan. In de app staat ook de oogst van de week, dus ik weet wat er ongeveer af zal komen, wat ik op ga halen. En als je net ook voor vlees hebt, dan kan je via die app dat ook bestellen. Dus dat is dat maakt het ook makkelijk, om het zo maar te zeggen. Nou, natuurlijk met die eigen herenboerentas op pad elke keer. Nu hebben we een mooie looproute en bordjes erbij met hoeveel monden, hoeveel producten je ongeveer kan pakken. We hebben met 4 mensen hebben we voor 2 monden ingeschreven. En ik moet zeggen dat dat ook oké is. Het is al best een volle tas om elke keer mee te sjouwen. En nou geldt dat voor ons dat wij dan ongeveer 3-4 dagen goed van eten. En ook weer de creativiteit wordt aangespoord.
En bij ons is het met name ook de afgelopen jaren wel een soort omslag geweest in plaats van, goh, waar hebben we zin in? He, dus, want alles is te vinden in de supermarkt, naar oké, wat is er en wat gaan we daarmee maken? Dus het heeft ook onze creativiteit een beetje aangewakkerd. Nou, wat wel ook is, het is meer wassen en snijden. Dus het komt van het veld af, er zit zand tussen, er zit soms ook beestjes zitten ertussen. Er moet gesneden worden. Nou, ik heb natuurlijk ook de grap vorige week, of wanneer was het, een paar weken terug bij Zembla, ook verteld van, nou ja, hoe die spruitjack groeide, ik wist het niet. Dat ik anders moest gaan kijken hoe, om te koken, van de kleine naar de grote. Dus ja, je wordt ook weer geprikkeld. En dat er een website is met verschillende recepten. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Dus dat ik soms ook wel een beetje klaar ben met die spitskool. Maar dat ik dan gelukkig ook wat nieuwe inspiratie op kan halen van de collega herenboeren. Nou, dat zijn dingen waar we ook wel een beetje zo mee bezig zijn van in de praktische zin. Dus dan vraag ik weer aan jou. Ja, waar kijk je naar uit? Zeg maar, wat vind je leuk in die praktische zin? Hè? Even visualiseren als die boerderij er nou staat. En je gaat er elke week naartoe. Je komt er mensen tegen. Je komt daar je spullen halen. Waar kijk je naar uit? Hoe zie je dat voor je? Dus bedenk dat eens voor jezelf. En als je wil, zou ik het heel leuk vinden als je dat ook in de chat zet. Waar kijk je naar uit? En wat vind je leuk? Waar kijk je naar uit om strakjes concreet richting die boerderij te gaan? Om dat te zien. Oh ja, leuk. Ja. Ja, precies. De voedsel op zien groeien. Ja, letterlijk dat je het ziet ontstaan. Ja, dat is heel mooi. Ook het kennis delen over goed eten in het seizoen met elkaar. Ja, leuk Rob. En Marieke, wat er op het land staat en anderen ontmoeten. Dus ook ter plekke ook de anderen. Ja, leuk. Anita, zien hoe je eten groeit, recepten delen, maar ook beseffen dat mooie dieren geslacht worden voor ons eten, dichterbij wat je eet. Ja, ja, ik had dat ook heel sterk, bijvoorbeeld met onze varkens. Dat is altijd heel leuk om dan vervolgens met de kinderen de koolbladeren op te pakken en naar de varkens te gooien en te kijken en daarmee bezig te zijn. Maar er kwam natuurlijk ook een moment dat de helft van die varkens weg waren. En ik was een beetje bang voor dat moment, want dan moet je het gaan uitleggen hoe dat nou zit. En ik probeerde daar niet te emotioneel over te doen, maar wel gewoon eerlijk het eerlijke verhaal te vertellen. En ik vind het heel belangrijk dat ze dat weten en dat ze daar ook dat het gewoon een onderdeel is van hoe wij dit nu zo hebben georganiseerd met elkaar. Samen vormgeven aan de tuin, de boer ontmoeten, zegt Shannon. Ja, dat is ook een mooie. Esther, de groenten zien groeien, wellicht meehelpen. Ik heb nu een moestuintje en een groentepakket. Oh, de lijst is best leuk. Ook contact met andere leden en ja, hoe dat landbouw goed samengaat met biodiversiteit. Dat is een mooie. Medestanders ontmoet, zegt Nico. Regelmatig buiten zijn, contact met de natuur. Ideeën delen en je eigen eten van het land halen. Ja, ja, heel leuk. Ja, ik vond dat vooral de zomermaanden dan het sla. Dat haal je echt de plekken uit het veld. Nu in de winter zijn die dingen al van het veld afgehaald en liggen zo klaar in het begin. Tenminste bij ons, zo is het dan bij ons nu zo geregeld. Maar het is natuurlijk heel leuk om echt het veld op te lopen en de kleine blaadjes en te vragen van, oh, wat groeit daar nou eigenlijk? FS smaakt ook echt beter, zet erop. Ja, dat heb ik ook wel gemerkt. Ik merk ook wel dat ik een soort verplichting ook voel om het snel te eten. Dus als ik het woensdag ophaal, dan hebben we toch eigenlijk wel in ieder geval die zeg maar even die 3 dagen, 4 dagen daarna is het ook wel op. Dat merk je ook wel. Ja, hoewel er ook hele goede trucs worden uitgewisseld met elkaar over hoe je het goed bewaart. Want dat is natuurlijk ook een onderdeel van ons leren. Oh Piet, hoe zit ik in de tijd? Oh ja, het gaat nog wel hè. Ja, je kunt nog even hoor. Oh, gelukkig. Ik luister hier makkelijk weg, dus je kunt even gelukkig. Nee, ik moest even in de gaten houden. Oh, hier, er wordt al getipt over de voedseldroger en fermenteren. Ja, heel leuk. En wekken en inmaken, moet je veel wekken en inmaken. Nou, toevallig is er laatst iemand geweest die had allemaal potten meegenomen en keukenmachines. En toen hebben we ter plekke onze witte kool, is dat dan, hebben we die met zout en kruiden, hebben we daar zuurkool van gemaakt. Nou, ik had dat nog nooit gedaan, dus dat vond ik echt wel heel erg leuk. Dus dat kan wel. Ik moet ook zeggen dat ik hem soms ook wel eens, als ik het niet op tijd opkrijg, dat ik het of doorgeef. Dus dat ik het ook wel eens doorgeef. Dus dat zit nog niet helemaal in mijn systeem, hè, maar dat is voor iedereen anders. Dus het kan wel en dat gebeurt ook wel. Ik zelf doe het nog niet heel veel. Leuk, kennis maken met nieuwe producten en manieren. Ja, absoluut. Het is een beetje
het is niet terug naar vroeger, maar het is echt juist wel weer terug naar de toekomst. Of leren voor de toekomst. Ja, leuk. Oké, even kijken hoor. Oh, dit zijn wij dan in de zomer, als we dan op pad zijn. Oh ja, dat vond ik wel leuk over die aardappels. Ik ben gewend om mijn aardappels te schillen. Want ja, die schil moet eraf. Maar ik merk dus nu dat er heel veel smaak aan zit aan die schillen. Dus dat is voor mij echt ook weer iets nieuws, dat ik heb geleerd om ze gewoon goed schoon te maken. En juist die ook weer te gebruiken. Dus dat is ook weer op een andere manier kijken naar je producten. Dat is iets wat mij nu is bijgebleven of verder heb ontwikkeld. Nou, wat ik nog wel aangeef, dit is natuurlijk een grote verandering. Het is een grote verandering voor ons als systeem. Het is zeker niet een vervanging voor de reguliere landbouw, maar zeker wel een systeem wat mij betreft wat daarnaast bestaat en goed kan bestaan. En nou, een beetje voor het algemene, zeg maar, is soms wel eens dat duurzaamheid ook wel heel vaak wordt gepositioneerd, want dat is iets wat de wereld vergaat, even heel flauw gezegd. Dus dat het heel erg gaat vanuit de angst die er is. Maar ik merk juist met zo'n thema als de herenboer dat dat echt een behoefte invult, namelijk het verlangen. Hoe ziet dat er nou uit als we een bepaalde utopie met elkaar kunnen organiseren? Hoe daadwerkelijke oplossingsrichtingen zijn? En ik merk dat ook binnen organisatie en bedrijf, als je een goede, heldere, denkend perspectief, een mooi verhaal waar je naartoe, met z'n allen naartoe wil bewegen, dan zal die beweging ook veel sneller plaats kunnen vinden. Dus dat verlangen van de boerderij, wat die voor jullie ook gaat gebeuren, wat mij betreft, absoluut. Dat verlangen uitspreken en dat blijven visualiseren met elkaar, gaat er ook vast ook zorgen dat het ook realiteit wordt, wat mij betreft. Nou, hier. Natuurlijk, oh ja, dat benoemde net al iemand ook al in de chat van de Zembla uit de uitzending over mijn, ik noem maar even kwetsbare momenten om aan te geven dat ik ook niet zo goed wist hoe spruitjes kunnen groeien. Maar goed, volgens mij zegt het gezicht al genoeg hoe blij je kan zijn met een spruitjesstronk. Dat hoor ik gelukkig heel veel terug over het enthousiasme wat niet alleen ik, maar heel veel herenboeren door het hele land hebben over dit systeem. Dat ik vaak ook bij meer soort zakelijke afspraken of bijeenkomsten bezig ben met duurzaamheid, maar dat het verhaal van de herenboeren soms nog het meeste aanspreekt. Dus dat is heel leuk om dat mee te krijgen en op die manier ook onderdeel te zijn van die beweging. En dat gun ik jullie ook. Maar ik had ook een paar dingen waarvan ik dacht, we hadden het al over Piet en de voorbereiding, ja, het niet romantische verhaal, zeg maar, niet alleen maar halleluja natuurlijk vertellen. Maar wat ik ook wel heel belangrijk vind, is om te benoemen wanneer je het zeker niet moet doen. En eentje is als je partner het helemaal niks vindt. Dus als je samen in huis woont met een partner en die vindt het helemaal niks, die heeft er geen zin in, die staat er niet achter, die wil niet een keertje mee die kant op lopen, dan lijkt hem het best lastig. En ik heb daar met een vriendin ook over gehad waar dat bij dat het geval is. En ik zeg, volgens mij moet je het dan gewoon helemaal niet doen. Want wij merken het dat we er ook echt bewust voor hebben gekozen als gezin. En dat ook daardoor ook maakt dat we daar samen ook voor staan. Want uiteindelijk ja, sta je er toch samen in die keuken. En moet je daar samen iets van vinden. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je daar wel in ieder geval, je hoeft niet op hetzelfde niveau te zitten samen, maar in ieder geval wel samen daar een keuze voor maakt. Je moet het volgens mij ook zeker niet doen als je in de rol wil blijven als consument. Of van de consument. Want Je bent niet een consument meer. Je gaat daar niet naar de winkel om een goede prijskwaliteit af te dingen. Want je bent daar namelijk een mede-producent. En dat wil niet zeggen dat die prijskwaliteit niet goed is, want die is wel heel goed. Ik geloof dat er vorig jaar is een soort onderzoekje geweest om het bij te houden ten opzichte van een aantal reguliere supermarkten over de volumes en de prijs daarvoor. En dat was gelijk en het zelfs op een gegeven moment nog iets goedkoper. Maar je moet daar niet op die manier naar gaan kijken. Het is echt een andere manier van je verhouden ten opzichte van je voedsel. Volgens mij moet je het ook niet doen als je nieuwsgierig en creatief wil zijn. Want inderdaad, op een gegeven moment heb je voor de derde keer weer die spitskool. En wat nu dan? Hè? Dus je moet daar ook een beetje creativiteit in gebruiken. Een beetje nieuwsgierig zijn naar nieuwe producten die je niet vaak hebt gebruikt. Zoals we laatst mosterdzaad, zeg ik. Oh, dan weet ik het niet meer zo goed. Is dat mosterd? Oh, ik ben het kwijt. Die onkruidachtige
die inderdaad heel pittig smaken. En daar heb ik al eventjes van een aantal herenboeren gevraagd van, goh, hoe ga ik dit klaarmaken? En gewoon daar, dat eens proberen. En nou, er waren twee binnen ons gezin die het helemaal niks vonden. Maar dat hebben we dan toch maar geprobeerd. En volgens mij moet je het ook niet doen als je alleen maar voor het voedsel komt. En volgens mij kwam dat net ook al een beetje naar voren in de chat. Het idee dat je mede-producent bent, dat je dit samen doet, dat je dit als een community doet. Nou ja, in mijn geval ook met twee jonge kinderen. Nou, dat betekent ook dat je meegaat in de knutselmiddagen. Dat het ook leuk is om met elkaar vogelhuisjes in elkaar te timmeren of te schilderen. Dat het ook leuk is om eens een keer de zonnebloemen te knippen voor de kippen dan vervolgens weer. Nou, ik had het... toch wel een fantastische aanbod een paar weken terug. Nou, we zitten allemaal toch ook in de thuissituatie, thuisonderwijs. We zijn er goed doorheen gekomen, maar het was ook best wel pittig, moet ik eerlijk bekennen. En ik heb eigenlijk, behalve de eerste persoon die ik heb gesproken, kende ik verder niemand binnen die club. Dus het waren geen vrienden van mij, geen buren, eigenlijk allemaal nieuwe mensen. En met een paar, nou eigenlijk... met name contact op de herenboerderij zelf. Dus niet dat we bij elkaar over de vloer komen koffie te drinken, maar eigenlijk op die plek bindt ons. En in één keer stelde een van de medeherenboeren stelde voor, die was mee aan het uitleveren. En zei, goh, ja, als het pittig is. Hij zei, weet je wat, ik vind het eigenlijk hartstikke leuk om een keer thuisonderwijs te geven. Dus voor mij mogen de kids ook best een keer een dagje naar ons toe. En dan helpen wij ze een keer een dagje erdoor. En nou, dat was zo'n lief aanbod. En ook echt uit het hart. En het was niet nodig. We hebben er geen gebruik van gemaakt. Maar het feit dat dat wordt aangeboden, dat zegt al dat het meer is dan alleen maar voedsel. Het is echt een community. Dus dat is heel fijn. En zeker ook niet doen als je denkt dat je er heel hard voor moet werken. Ik ben een boer met schone handen. Zeg ik wel eens, je mag er hard voor werken. Hè? Zoals jullie weten, je mag veel doen, maar het hoeft niet. En ik heb me er ook soms wel een soort van schuldig onder gevoeld. Van, joh, ik ben zelfstandig ondernemer, jonge moeder. Ik heb nu gewoon niet heel veel tijd om veel met uitleveringen bezig te zijn. Of in de creativiteitscommissie of in nieuwe leden rondleiden. Maar wat ik dan wel doe, is een beetje het ambassadeurschap naar buiten toe. Dus nou, bijvoorbeeld zo'n Zembla of Omroep Brabant of dat soort dingen. Dat vind ik hartstikke leuk. En als er weer meer tijd voor komt, dan doe ik dat wel weer graag. Dus dat vond ik, en dat heb ik ook uitgesproken, dat ik me daar een beetje schuldig onder voelde. Maar dat is zo mooi om dan te merken, ja nee, wij pakken echt allemaal, ieder pakt zijn eigen rol. En dat is wel heel fijn om dat te merken. En daar wil ik dit plaatje even bij laten zien. Dus dat is wat mij betreft ook echt wel wat eco-positief is, ook in deze beweging. Zo belangrijk is om te onthouden van jezelf, is dat... waar jouw kracht zit. Dus, hè, dus waar je en waar je goed in bent. Het lijkt een beetje op de Ikigai-model. Misschien dat sommigen die wel herkennen. Dus waar ben je goed in? Waar hou je van? Waar maak je een verschil? En waar kan je ook weer anderen toe inspireren? En dat eigenlijk die overlap, dat maakt het eco-positief. En sommigen betekent dat ze daar een kruidentuin voor ontwikkelen. En bij de ander betekent dat weer meer het ambassadeurschap. Dus dat is mooi dat iedereen daar zo zijn eigen rol in heeft en ook mag pakken. Dus als je dat community idee hoort, zeg maar, op welke manier zou jij willen bijdragen? Heb je daar al over nagedacht? Wat zou je leuk vinden om te doen? Waar ben je goed in? Kun je daar even over nadenken? En zou je dat ook willen delen in de chat, zodat we dat even van elkaar kunnen horen of kunnen zien. Dus als je nadenkt over het hele ecosysteem van de herenboeren, wat zou jij leuk vinden om daar aan bij te dragen en welk onderdeel daarvan? Het is misschien wel leuk om hierop in te haken, Jetske, dat we ook een enquête hebben rondgestuurd naar, naar mensen die onze nieuwsbrief volgen en daar ook deze vraag hebben gesteld. Omdat er zoveel expertise zit in ons netwerk, komen we nu al achter. Ja, wat heel leuk. Ja, ja, precies. Er is heel veel sociaal kapitaal, hè? Noem ik dan maar even. Zo'n groep die bij elkaar komt. En dat kan dan terecht vanuit het werken zijn of vanuit interesses. Maar heel leuk om die diversiteit dan ook te zien. Ja, al goed dat jullie het ook hebben gevraagd al. Ja. Mooi. Even kijken. Oh, mosterdsla wordt hier al. Oh, dankjewel. Ik zie het nu in de chat voorbij komen. Oh, goed. Daar stond het dus ook al eventjes over de term biologisch ook... gesproken.
Oh, hier mooi. Ik kan een cleanse. Ja. Veel ervaring met kruiden ook belangrijk. Ja. Ja. Heerlijk. Dus, ja, bij ons was het ook net op een gegeven moment dat er ruimte was voor een kruidentuin. En nou, dan hadden we ons rondje gedaan. En dan vervolgens was het, oh, je mag nog even langs de kruiden. Je mag er wat plukken wat je lekker vindt of wat past. Heerlijk. Esther, meedenken om te kijken wat we kunnen verbouwen. Oh ja, ik heb nu al moestuin, dat is ook al ervaring. Oh, heel belangrijk. Goede, gezonde nieuwsgierigheid, niet vies van tuinieren. Oh, heerlijk, Evelien. Leuk. Fijn. En Rob zegt inderdaad een hoop nieuwe vrienden maken. Ah, leuk. Ja, heel leuk. Belangrijk. En voor de dieren zorgen, zegt Roy. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook het. Ik ben heel benieuwd naar Albert. Ik benijd de boer niet wat dat betreft. Want die heeft in één keer, nou zeg even 200 opdrachtgevers. Die moeten even op zo'n veld rondlopen. Ik ook met allerlei leuke ideeën. Oh, zullen we niet al onze groenteafval allemaal terugnemen? En dan al dat groenteafval dan hier dan weer een mooie composthoop maken? Dus ik, oh ja, nee, dat moet ik niet hebben. Want dan heb je kans op vervuiling. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus nou, dat soort ideeën en initiatieven moeten natuurlijk ook ingebracht kunnen worden. Maar ook goed ergens om een grens te stellen. Nou, Yvette zet terecht van, ik moet er nog even over nadenken. Niet echt groene vingers, maar kan vast op een andere manier bijdragen. Ja, nou, dat zie ik ook bij heel veel. De rondleidingen geven. Inderdaad, een soort activiteitencommissie. Een leuke kennisquizavond. Nou, er zijn zoveel dingen om te doen die niet per se dan met het groene vingers, zeg maar, even te maken hebben. Dat is belangrijk. Fijn om dat ook te weten. Nou, ik zal een beetje naar de afronding gaan, anders krijg ik, ik wil Piet niet helemaal zenuwachtig maken en voldoende ruimte ook hebben voor Albert. Het verhaal van mijn rode kool. Ik had een tijd terug een rode kool. Nee, ik moet hem anders inleiden. Voedselverspilling. Ik moet eerlijk bekennen dat er soms nog wel eens bij ons wat voedsel weggegooid werd. En nou is het zo dat ik sinds dat ik lid ben bij de Herenboeren, dat ik daar echt heel veel moeite mee heb. Dus dit is het voorbeeld van mijn rode kool die onderin de koelkast la lag. En uiteindelijk een hele mooie bloem trouwens uitkwam. Dus die heb ik natuurlijk op Instagram gezet. Ik dacht, ja, dat is gewoon een te mooie bloem wat uit zo'n, ja, wat een bijna verrotte rode kool kwam. Maar wat me dus is opgevallen is dat je, omdat je nu weet wat voor een energie erin zit in het produceren van zo'n rode kool. Dat je met nog meer aandacht met voedsel bezig bent. Nou is rode kool nou nog steeds niet mijn favoriete groente, moet ik eerlijk bekennen. Maar wat ik tegenwoordig wel doe, is er een hele grote strik omheen. Als het de rode koolseizoen is. En ik geef hem vaak cadeau. En dit is echt zo'n cadeautje die ik dan meegeef naar een verjaardag, wat dan ook. Nou ja, niet dat we daar nou heel erg mee bezig zijn de laatste tijd. Maar ik merk dat andere mensen oprecht ook waarderen. Die vinden het heel leuk. Krijg ik weer een foto terug van een rode kool die ze hebben klaargemaakt. Dus het is ook een hele leuke manier om op een andere manier om te gaan met je voedsel. Als cadeau in plaats van alleen voor jezelf. Nou, wat het is belangrijk om eventueel meer inspiratie op te doen. Ik wil jullie sowieso natuurlijk attenderen op de podcast die ik ben begonnen. Om mensen meer te inspireren op, van, nou, we weten wel dat het nodig is. De noodzaak voor duurzaamheid weten we. We weten ook wel ongeveer wat we allemaal moeten doen. Maar hoe we dat voor elkaar krijgen, dat blijkt nog wel eens de grote uitdaging te zijn. En er is ook een aflevering met Geert van der Veer. Een mooi persoonlijk verhaal ook over zijn drijfveren. En ja, hoe die is gekomen op het idee. Dus nou, ik wil je zeker aanraden om daar anders een keertje naar te luisteren. En heel leuk om terug te horen wat je eruit hebt opgehaald. Maar ook de films op Netflix, onder andere Kiss the Ground, is ook wel heel toepasselijk voor het initiatief. En Our Biggest Little Farm, die ook heel erg past bij het natuurinclusief maken. Systemen eigenlijk weer met elkaar te koppelen en te sluiten. Dus misschien leuk om daar ook nog een keertje naar te gaan kijken. Nou, als laatste, kijk, de goede ideeën die verspreiden zich naar hun verhalen. Dus het kan soms ook wel eens zijn, dat merk ik ook, dat ook al is het. Nee, jullie zijn allemaal geïnteresseerd. Maar stel als er mensen zijn die zeggen van, nou, ik vond een heel leuk idee, maar niet voor mij. Dat het ook al heel erg helpt om gewoon het concept verder te brengen. En dat dit zo'n verhaal is wat ook weer. Weer enthousiast wordt verder gebracht. En hoe gaaf is het als er binnenkort al 200 lidmaatschappen of in ieder geval intentieverklaringen zijn getekend. Dan heb je ook echt wel, ja, mandaat en daadkracht om
de concreetheid van, van de boerderij ook weer verder te brengen. Dus ja, ik hou het met liefde in de gaten wat dat betreft. Wees wat dat betreft iets de boodschapper en zorg voor dat vlindereffect. Dat is nog het laatste wat ik nog wil meegeven. Voor nu, voor hierbij, dankjewel. Ja, superleuk, Jenske. Ik heb hier soms ook hard op zitten lachen zelfs. Dus complimenten sowieso voor je presentatie. We komen zo meteen nog even naar je terug voor de vragenronde. Ik zal je scherm even... Als je, ja, precies. Als Albert nu zijn scherm dan kan aanzetten. En zijn geluid op unmute. Dan kunnen we over naar Albert. En ik wil mijn vraag voor jullie zo meteen. Ik wil mijn scherm heel graag aanzetten, maar ik krijg een melding dat de host dat geblokkeerd heeft. Nou, wellicht dat jij mij kunt helpen, Piet. Ja, ik ga even kijken hoor. Waar zit je? Ja, het is druk vandaag. Het is de drukste tot nu toe. Het is leuk om... Ja, des te leuker. Albert, ja. Ja, ik kan hem waarschijnlijk aan laten staan. Doet hij nu wel? Nog niet. Nee. Dat wordt des te meer spanning voor iedereen die zit te kijken. Ja, nu moet hij lukken. We hebben meteen een gezicht. Kijk eens. Ja. Volgens mij doet hij het. Yes. Okay. Ja, hartstikke leuk. Bedankt dat ik hier even iets mag vertellen over mijn rol eigenlijk als boer bij Herenboerderij De Vlinderstrik. Een heel mooi herenboer-dingetje ook aan. Ik heb een overhemdje gekregen. Dat is letterlijk de tweede keer dat ik hem aan heb nu. Want normaal loop ik gewoon of in een polootje of in een werktrui. Dat voelt toch net iets lekkerder. Jessica, ook al bedankt voor je verhaal. Er zaten heel veel dingetjes in die ik herkende. En Piet zei net al, ik heb hardop zitten lachen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat ook gedaan heb. Maar meer uit een stukje herkenning van wat er afgelopen jaar ook bij ons gebeurd is. En mensen die zich hebben ontwikkeld. Leden die ineens ook bij een stronk spuiten dachten, groeit dat zo, ja? Die hadden daar nooit eerder bij stilgestaan. Ik wil jullie graag ook even iets vertellen van wat gebeurt er nou allemaal? Hoe ziet die boerderij eruit? Wat kun je in de loop van de tijd misschien gaan verwachten? Wat kun je wel van de boer verwachten? En waarmee moet je hem, vooral hem of haar trouwens, niet lastigvallen? Die 200 opdrachtgevers, die heb ik ook meegemaakt. En daar was je ook niet altijd blij van. Verder hoop ik dat jullie ook wel wat vragen hebben aan mij. Zou leuk zijn. Ik denk dat het ook goed is om zelf kort nog eventjes iets meer voor te stellen dan wat er al genoemd is. Ik ben geboren op een gangbaar melkveebedrijf in Friesland. Het pittoreske plaatsje Houderwijk. Daar hebben mijn ouders sinds de jaren 80 het melkveebedrijf. En neemt mijn broertje dat nu over. En voor mij was er dus ruimte om wat anders te gaan doen. Ik heb bedrijfskunde en agribusiness gestudeerd op de Hooglanderschool in Leeuwarden. Uiteindelijk via een aantal omzwervingen, waaronder dus de twee die in de intro genoemd werden, in Rotterdam terechtgekomen. En uiteindelijk nu bij Herenboeren begonnen. Officieel ben ik nu 1 jaar en 2 dagen in dienst. Mijn contract is net weer rond. Dus ik mag blijven. Dat is op zich wel goed, ook wel enigszins verwacht. En afgelopen jaar was voor mij, maar zeker ook voor de coöperatie, gewoon een ontzettend leerzaam jaar. Het was het eerste jaar dat we mochten beginnen. Om de situatie wat te schetsen, wij zitten in een stuk grond wat er postcodegebied Rotterdam is. Wat gehuurd wordt van, of wat eigendom is van de gemeente Rotterdam, Natuurmonumenten huurt de grond en heeft dat in een overeenkomst weer aan ons uitgeleend, als het ware, als herenboer zijnde. Er zitten natuurdoelstellingen op de grond. Dat houdt in dat er stukken zijn waar we focussen op weidevogels, waar de biodiversiteit extra aandacht heeft, waar we vogelakkers hebben, zodat er in de winter ook voer is voor muizen, voor hazen, voor vogels, fazanten die we hier hebben zitten. Klinkt allemaal hartstikke leuk. Is het ook heel erg.
Ik zat vanochtend in de keten vergaderen die we op het terrein hebben staan. En vanuit het raam zag ik 4 hazen, 2, 3 fazanten een beetje rondspelen. Nou ja, dat is een fantastisch uitzicht natuurlijk als je zo kunt vergaderen. Tegelijk heeft dat ook wel weer zijn beperkingen. En dan kom ik meteen op een stukje verwachtingen. Afgelopen jaar zijn we dus begonnen. En afgelopen jaar was een heel moeilijk jaar, voor het derde moeilijke jaar op rij eigenlijk voor de landentuinbouw. Want het was alweer gort, droog en warm. En op zich hebben planten natuurlijk warmte nodig om te groeien. Zonlicht is op zich ook wel fijn, maar water is ook essentieel. En zonder water verdroogt de boel. We zitten op kleigrond. En klei is, we zijn de eerste kleiboeren als het ware, beneerboeren. De rest zit allemaal op zand. Dan is dat voor jullie misschien allemaal helemaal niet zo interessant, helemaal niet zo spannend. Maar de grondsoort is echt cruciaal voor wat je kunt en wat je mogelijkheden zijn op zo'n perceel. En bij ons heeft dat er wel toe geleid dat er ook wel delen verdroogd zijn van de plantjes die we eigenlijk de grond in hebben gezet. En dat dus de oogst ook wel wat tegenviel. En als je dan mensen hebt die met een intentie van, ik kom hier groentes halen en ik wil het liefst tegen een zo goed mogelijke prijs-kwaliteit verhouding die groentes regelen. Ja, dat werd een lastig verhaal. Want dat was er eigenlijk niet echt. Er was soms wat te weinig. Waarbij er ook weer andere mensen naar me toe kwamen die zeiden, ik doe mee niet voor die groentes, maar ik vind het een soort sociaal experiment. Dus als er dan een tekort is, wordt het alleen maar interessanter. Dus ik vind het eigenlijk wel prima. Als je die reacties krijgt, dan voel je iets minder bezwaard als boer zijnde dat er wat weinig van het land afkomt. En tegelijk, het is wat het is. Dit is ook eten met het seizoen mee. Ik heb in het begin ontzettend veel mensen gehad die zeiden, ik wil met het seizoen mee eten. En dat is hartstikke leuk. In juli, augustus, september, oktober gaat ook nog wel. Maar in maart is eten met het seizoen mee in Nederland helemaal niet zo leuk. Want dan is er niet zoveel. Dan heb je wat prei staan, heb je wat winterwortel staan, heb je misschien nog wat oude kolen staan. En de rest komt uit opslag. Omdat er verder niet zoveel meer staat. En het nieuwe seizoen is nog niet vroeg genoeg. Want boeren zijn soms wel eens wat conservatief. En ik heb een keer een onderzoeker gesproken die zei, dat is me heel goed ook. Want als een boer gaat bedenken dat hij eerst gaat oogsten en daarna gaat zaaien, gaat het helemaal niks worden. Dus het is goed dat die boer een beetje conservatief is. En daarmee heb ik ook heel veel mensen zien ontwikkelen. Zelf ook. Ik ben natuurlijk van huis uit koeienboer. Ik had eigenlijk nul ervaring met tuinbouw. Maar wel een hele grote dosis boerenverstand. En zodoende met het bestuur kunnen overleggen. We gaan het gewoon proberen. We komen er vast wel uit. En we hebben advies ingewonnen vanuit Herenboeren Nederland. En een zzp'er in de buurt die veel ondersteunde, wat echt een tuinbouwer was, dus die alles eigenlijk wel wist. Die heeft veel geholpen. Daardoor is het leerzaam geweest voor mij, maar zeker ook voor heel veel mensen die hun eigen moestuintje hadden. En die zeiden, Herenboer is zo leuk, want ik heb zelf ook een moestuintje en hier kan ik iets meer uit handen geven. En toch kan ik meer oogsten van mijn eigen tuin hebben. Jullie zijn uiteindelijk de ondernemers. Die boer die is maar gewoon in loondienst. Die doet uiteindelijk wat jullie willen. En jullie willen waarschijnlijk dingen die zijn ingevoerd en met de input die de boer geeft. Dus het is een heel interessante dynamiek. Maar die mensen die zijn echt wel gegroeid. Die hebben ook geleerd van, wat in mijn moestuin kan niet op deze schaal. Want er zijn wel elke week die 500 monden die te eten moeten hebben. En dan kun je niet op individueel niveau elk plantje bijvoorbeeld een petfles over zijn kop heen stoppen, omdat daar een vliegje in de rotte vliegt. Dat gaat niet altijd. Terwijl dat in je vierkante meter moestuin wel kan, want dan heb je misschien 10 planten staan. 10 flessen zijn wel te regelen. Heb je 5000 plantjes staan, wordt dat een ander verhaal. En dat zijn zaken, dat hebben ze veel geleerd. In het begin heb ik ook een aantal wat oudere, gepensioneerde mensen gehad. En die hebben mij echt het hemd van het lijf afgevraagd. Die zeiden, Albert, waarom gaat het zo slecht met die boeren dan? Want die zijn toch ondernemer, die kunnen toch gewoon vragen wat ze willen. En die kunnen toch gewoon een product afzetten. Waarom zitten die boeren altijd zo te zeuren dat die prijs te laag is? Nou, ik heb daar in mijn beste manier op gereageerd. En ik ken die wereld natuurlijk ook van binnenuit. Maar dat kwartje viel niet bij die mensen.
op een gegeven moment, en dat is wel leuk, dat was een beetje de tweede helft van het seizoen, september, oktober, diezelfde mensen, ben ik heel goed mee kunnen blijven opschieten hoor, die hadden zoiets, die zagen paddenstoelen langskomen ergens. Een van onze leden is ook een professioneel paddenstoelen teler, kweker in Rotterdam. Dus zodoende is dat balletje wat gaan rollen, waar mensen enthousiast geworden. Die hebben bij het bestuur wat budget aangevraagd om ons een proefveldje paddenstoelen op te gaan zetten. Op een gegeven moment heb ik ook heel duidelijk gezegd, jongens, Adrie en Rob heten ze, allerbeste wel. Maar ik heb het al druk genoeg. Ik help jullie graag met denken, maar ik heb er geen tijd voor. Prima als jullie hier iets gaan opzetten. Maar ik ga er geen seconde in steken, tenzij ik tijd over heb en het leuk vind. Dan wil ik best even meedenken, maar ik verwacht wel dat jullie het zelf gaan oppakken. Nou, ze zijn beide gepensioneerd, dus die hadden er tijd voor. En ze hebben het goed uitgezocht van tevoren. Ze hebben er geld voor gekregen. En uiteindelijk, een paar maanden later, hadden we paddenstoelen standaard in de uitgifte zitten. Maar die paddenstoelen, die groeien natuurlijk door. En op een gegeven moment moesten ze er vanaf. En die groeiden zo hard en dat ging zo goed, dat ze tegen mij zeiden, Albert, wat moeten we ermee? Want die paddenstoelen moeten we op een gegeven moment oogsten. Want anders dan gaan ze, dan worden ze te groot, zijn ze ook niet meer smakelijk. Maar je kunt ze eigenlijk ook niet een week in de koeling leggen en daarna nog uitleveren. En dan hebben de mensen zelf dan nog een week in de koeling. Dat gaat ook niet. Toen zei ik tegen Adrie, je bent nu echt boer geworden. Je hebt nu precies het probleem besproken waar elke boer al tegenaan loopt. En toen hoorde ik het kwartje ineens wel bij hem vallen. En tegelijk, Jetske vroeg het net ook van waarom word je nou herenboer? Er zijn ontzettend veel redenen voor. En bij mij was dat eigenlijk de reden om die verbinding tussen boer en burger. Stad, platteland, consument, producent. Net hoe je de tegenstelling zou willen noemen. Om die te verkleinen. En juist als gangbare boer en heel goed ingevoerd in die wereld, vind ik het ontzettend leuk om juist de verhalen van een consument te horen. Of van een herenboer, want jullie zijn geen consument meer straks. Alsjeblieft, ga dat niet doen, want daar scheep je die boer echt met hele grote problemen op. Maar die verbinding vond ik ontzettend leuk. En dat kwartje horen vallen bij die mensen, dacht ik, dit is waarom ik het doe eigenlijk. Om dit verhaal te kunnen vertellen, om mensen te leren snappen. Of laten snappen wat eten met het seizoen mee is, wat boeren zijn is, wat er allemaal goed kan gaan en hoe ontzettend leuk en mooi het kan zijn. Maar hoe zwaar en vervelend het ook kan zijn. Want je ziet gewoon, afgelopen seizoen ook meegemaakt, die plantjes staan gewoon te verdrogen. En op een andere plek ben je aan het beregenen. Dan denk je, ik kan het daar wel weghalen en nu hier bezig gaan. Maar dan staat dat te verdrogen. Dus dat, je moet daar keuzes in maken. En je kunt niet het perfect doen. Hooguit achteraf. Dat je weet hoe je het had moeten doen. Maar dat beter laat natuurlijk. Want volgend seizoen is een ander seizoen dan afgelopen seizoen. Dus dan moet je weer continu blijven inspelen. En je boerenverstand gebruiken. En het zo goed mogelijk blijven doen. En dat zal nooit 100% perfect zijn. Maar ik vond het wel leuk om dat ook bij leden te zien. Tegelijk hebben wij, doordat we in zo'n natuurgebied zitten, wat helemaal in ontwikkeling is, dat komt helemaal gefaseerd vrij. Dus als ik een les mag meegeven, is dat ook, maak van je eigen boerderij ook een groeimodel. Doe dat stapsgewijs steeds groter maken. Dat is voor de boer in ieder geval een heel stuk relaxter. En voor jezelf ook leuk, want er komt er elke keer weer wat nieuws bij. Dan hou je het interessant en spannend. En als er in één keer een boerderij staat met en kippen en varkens en koeien en tuinbouw en akkerbouw en een boomgaard en een gebouw en een organisatie die opgestart moet worden, dat is best veel. Dus dat zou ik niet aanbevelen. Bij ons is het door omstandigheden, eigenlijk externe omstandigheden, gebeurd dat we afgelopen jaar eigenlijk maar wat weinig ruimte hadden voor die tuinbouw. Ook dat was een reden waarom er relatief weinig oogst van het land afkwam. Maar daardoor, door die omstandigheden, hebben we wel in de loop van het seizoen pas de kippen gekregen. En aan het eind, op het begin van de herfst, pas de varkens. En hebben we nu nog steeds geen koeien. Daar ben ik wel gisteren nog mee bezig geweest. Die komen er komend voorjaar wel. Maar daardoor krijg je wel voor de leden elke keer weer wat nieuws. En voor de boer blijft het behapbaar. Want daardoor heb ik de ruimte gehad om de tijd en de ruimte om te specialiseren eigenlijk.
op die tuinbouw of daar de aandacht aan te kunnen besteden die nodig had. En later aan de kippen. En toen ik dat onder de knie had, kwamen de varkens erbij. Als je dan een basis hebt voor die varkens, komen die koeien er weer bij. Waarvan ik denk trouwens dat dat een fluitje van de cent gaat worden. Want dat weet ik van huis uit wel. Maar doe dat een beetje gefaseerd. En zorg ook dat als je je boomgaard aanplant, ja, dan heb je niet dit seizoen bomen. Of je hebt wel bomen, maar geen appels, geen peren. Misschien hier en daar eentje. Maar over een jaar of drie. En dat is de investering die je doet. Volgens mij zei Pieter het ook wel. Je moet eerst de kosten maken en dan krijg je de baat ervan. Letterlijk later pas de vruchten plukken. Jullie zijn de ondernemers. Jullie zijn degene die erin investeren. En dat is ontzettend goed. Dat is bewonderenswaardig. Daar heb ik heel veel respect voor. Ik ben zelf trouwens geen lid van de herenboerderij. Maar dat geeft ook een bepaalde houding mee die je moet hebben. En daarmee dus niet dat je vanaf moment 1 alles kunt gaan verwachten. En daar, daar ben ik wel eens tegenaan gelopen. Maar dat is uiteindelijk met een goed verhaal is dat ook te verklaren. En snapt iedereen dat wel? En sommige mensen lopen weg. Nou ja, dat zijn dan de mensen zoals Jessica ze noemde, de consumenten. Die gewoon verwachten, ik wil zoveel kroppen sla en zoveel zomerworteltjes en zoveel aardbols mee. En als ik dat niet krijg of ik kan dat in de supermarkt goedkoop regelen, ja, dan stop ik er mee. Ja, daar was ik ook blij mee dat die weggaan, want daar heb je toch niks aan. Dat klinkt hard, maar het is wel zo. Dat zijn dan ook de mensen. Ja, ik ben heel benieuwd wie er over 5 jaar bijvoorbeeld nog steeds lid is. En wat voor nieuwe mensen erbij komen die misschien niet die investering durven te doen. Maar als dat 1 keer loopt, wel heel graag erbij willen horen. Ik denk dat daar heel veel mensen bij gekomen. Jullie zijn allemaal een van de eerste. Respect daarvoor nogmaals. Dat is hartstikke leuk. Dat is ook best wel spannend. Maar vooral heel erg leuk. En in de loop van de tijd gaat dat echt groeien. Die boerderij die gaat groeien, die gaat ontwikkelen. Die grond die wordt door de goede bewerking langzaamaan steeds beter. Die wordt productiever, hopelijk. En dat zie je groeien. En daarom is het ook des te leuker om ook veel op die boerderij te kunnen zijn. Om daar ook actief in mee te werken. Als dat niet kan, kan het niet. Maar als je de ruimte hebt, dan is het echt leuker dan wat het van buitenaf misschien lijkt. En die boer, geloof me, die heeft het ook keihard nodig dat de mensen komen helpen. En uiteindelijk, voor mij is het een soort kindje geworden eigenlijk. Wat je langzaam ziet ontwikkelen en groter ziet worden. En ik heb ontzettend veel zin in komend seizoen. Omdat ik weet wat er afgelopen jaar eigenlijk misgegaan is. Wat er misschien niet helemaal lekker liep. Of wat je meteen al ziet wat beter kan. Maar ja, welkom in landbouw volgend seizoen. Dus je moet een maand of 10 wachten voordat je dan en wat je nu hebt bedacht, kunt toepassen. Dus dat betekent ook heel goed noteren en opschrijven en zorgen dat je dat op tijd regelt, zodat je dat volgend jaar ook echt beter kan doen. Dat zijn leuke ontwikkelingen. Ik had nog net trouwens even heel wat anders. Wat ik hier ook merk, en Jeske noemde dat ook, lid nummer 103 was je of niet, Jeske? Hoop dat ze reageert. Ja. Ja. Ik snap er werkelijk helemaal niks van. Wat voor waarde jullie daar allemaal aan hechten? Voor mij is elk lid is gewoon een lid. Het interesseert me helemaal niks welk nummertje je hebt. Maar leden onder elkaar, inderdaad. Ik merk het hier in Rotterdam ook. Ja, de leden 1 tot en met 100, ja, die waren er toch wel iets eerder bij, hoor. Dus bijna een statussymbooltje. Terwijl lid nummer 250, die net zoveel product geeft met nog net zoveel liefde de producten daarvoor produceren. Want ik weet toch uiteindelijk niet waar het naartoe gaat. Of wie exact welk bloemkooltje gaat krijgen. Dat interesseert me ook niet zoveel. Ik vind het belangrijk dat iedereen net zoveel krijgt. Ik vind dat zo'n gek ding. Waarom die lidnummers? Ik kan daar niet zo goed bij in mijn hoofd. Maar ja, dat is heel persoonlijk. Een ander leuk verhaal dat ik ook nog wel heb. En wat wellicht jullie prachtig mooie Kiss the Ground, Biggest Little Farm idee, romantische plaatje een klein beetje kapot maakt. En ik wil toch zeggen, we hebben dus die kipcaravan. Daar zitten 205 of 249 dieren in aan het begin van het seizoen. Maar ook bij ons, ja, in de loop van het seizoen gaan daar dieren dood. Dat hoort er ook bij. En als we op een
mechanische wijze doodgaan, noem ik het maar, dan zijn ze wellicht nog geschikt om te eten. Gaan ze dood aan een ziekte, dan ben ik een beetje terughoudend om ze nog op te eten. Maar ik heb ook gemerkt dat er bij dierenverzorg probeer ik dat door de leden te laten doen in het weekend. Zodat ik, uiteindelijk ben ik ook boer geworden en in de loondienst, omdat dat ook de voordelen oplevert van iemand, van een werknemer zijn, van in loondienst zijn. Ik zie hoe mijn broertje werkt en dat is wel leuk. Dan zeg ik tegen hem, goh, leuk hè, die vrijheid. Je mag die 100 uur in de week die je werkt helemaal zelf bepalen. Nou, dan lacht hij ook 2 keer hard en daarna dan lacht hij als een boer met kiespijn, want hij weet donders goed dat waar is. Maar goed, we hadden een veganist bij ons in de coöperatie. En des te interessanter vind ik dat, want die hebben een compleet ander wereldbeeld dan waar ik uit ben gekomen. En ik vind het dan heel interessant van, ja, waar zit dan hetgene in wat je nog wel verbindt? En die vrouw, die wil eigenlijk wel eieren gaan eten, want... Ja, ze had zoiets van, ja, dat klopt, het is goed voor de dieren, het plaatje klopt gewoon bij herenboeren, durf ik dat wel aan. Het is geen anoniem ei wat ik dan zit te eten. En sterker nog, die vrouw wilde ook heel graag en is heel enthousiast om in het weekend dan ook de kippen te gaan verzorgen. Maar vervolgens lag er dus een keer een kip dood in de caravan. En inmiddels is die ophokplicht vrij lang al van kracht. Ja, dat eist een tol op een gegeven moment. Je doet er alles aan om die kippen het zo goed mogelijk te geven in zo'n caravan. Maar ja, dat er af en toe een keer één doodgaat, dat hoort er ook een beetje bij. Dat vond ze best heftig. En een paar dagen later vond ik er ook één. En die was eigenlijk op sterven na dood. Toen heb ik dat ook met haar overlegd. Ik zei, wat moet ik ermee? Want ja, ik kan het niet verantwoorden om deze kip individueel te gaan verzorgen, want dat gaat mij heel veel tijd, of relatief veel tijd kosten, terwijl ik uiteindelijk betaald word voor die 40 uur in de week, en daarin moet ik mijn werk kunnen doen. Toen zei ze, nou, dan neem ik hem mee naar huis, dan ga ik hem als een soort huisdier verzorgen, totdat die kip weer eieren gaat leggen. Dat was ook nog een extra punt, hè? Die kip die is niet productief, die is helemaal compleet van de leg af. Kost wel voer, kost wel... geld voor de coöperatie. En dan komt mijn onderneming, bedrijfskundige achtergrond misschien weer iets naar boven. Maar dat zijn wel ontzettend mooie voorbeelden om te zien dat je uiteindelijk toch een soort landbouwbedrijf bent, waar wel een bepaalde mate van productie moet gebeuren en waar ik ook een bepaalde mate van arbeidsefficiëntie moet hebben. Met z'n allen met de hand gaan schoffelen is ontzettend leuk en gezellig en zo. Maar als er niks gebeurt, dan moet ik uiteindelijk toch met die trekker er nog langs. En dan daar ga je wel mechanisch schoffelen. Ik zag net in de chat ook wel het een en ander langskomen over bestrijdingsmiddelen. Nou, dat is uitgesloten. Dat doen we niet. Dat is ook een persoonlijke opvatting. Ik denk, ja, nou, doe het liever niet. En dan maar uitleggen aan de coöperatie dat er gewoon minder is. Dat doe ik liever dan dat ik wel met die spuit het land op moet rijden. Of ik leg het voor aan de coöperatie. En als die zeggen, ja, dan gaan we wel spuiten. Nou ja, oké, maar dan is het jullie keuze. Dan wil ik wel van tevoren dat heel goed vastgelegd hebben. En dat is de ruimte die je als coöperatie hebt dan. Ik ga een beetje naar het eind toe vertellen. Want ik had wat dingetjes opgeschreven wat leuk was. Waarvan ik dacht dat het interessant kon zijn. Ja, het stukje... Oh, ik zie de chat nu langzaam. Bij ons hebben we... We doen mee in een onderzoek naar regeneratieve landbouw. Doen ze Boksel volgens mij ook. En daarin kreeg ik toevallig vandaag nog de vraag... Hey Albert, nog even om ons onderzoek compleet te maken... is er afgelopen jaren gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen? Toen heb ik naar die onderzoeken toe teruggeappt. Ik zeg, we zijn wel een keer door de aardappels heen gegaan... met wat mensen om Colorado-kevertjes te rapen. Maar die 10 die we hebben gevonden, ja, dat was niet heel spannend. En ik heb vliesdoeken gebruikt om mogelijk... de gewassen te beschermen tegen koolvlieg, tegen breivliegen, tegen wortelvlieg. Nou, toen reageerde hij, oké, daar doelde ik niet helemaal op, maar ik ga ervan uit dat de rest dan... als dit het heftigste was, dan schrijf ik gewoon 0 op. Ja, en ergens is dat ook wel fijn als je het niet hoeft te gebruiken. En het kan zonder, ja, dan is het hartstikke mooi. En het kan zonder, omdat we niet die productiemaximalisatie nodig hebben. Ik hoef er niet van te leven, want ik krijg mijn salaris toch wel. En dat vind ik een wezenlijk verschil met de huidige landbouw, waar die boer wel afhankelijk is van zijn product. En waar die dus wel
ja, af en toe naar gewasbeschermingsmiddelen moet grijpen, omdat hij anders geen inkomen heeft. En dat verhaal vertellen, ja, dat vind ik ook eigenlijk wel heel erg leuk. En ja, die afwegingen mee kunnen nemen aan mensen dat kunnen vertellen. Dus kost ook een hoop tijd, maar levert een bul energie op. Oké, Albert. Ik zag dat je al ook wat vragen had beantwoord uit de chat. Dus ik heb hem niet helemaal meegelezen hoor, maar de laatste die zag ik ineens wel langskomen. Het lijkt me in ieder geval een mooi bruggetje om over te gaan naar het vragenuurtje of half uurtje. En het lijkt mij het leuk omdat iedereen zijn scherm er aanzet, dat we elkaar zien en een beetje de saamhorigheid kunnen versterken. Nogmaals, voel je het niet prettig bij, laat hem dan uit en stel je vraag eventueel via de chat. Rob heeft al een vraag gezien. En mocht je een vraag hebben, steek dan even je hand op. Dan kan ik het makkelijker coördineren. Ik heb het op twee schermen staan. Omdat er zoveel deelnemers zijn. Dus ik probeer iedereen zo goed mogelijk aan het woord te laten. En als je een vraag hebt, stel hem dan zelf. Zet je microfoon op unmute. En geef ook even aan wie je de vraag wil stellen. Of dat aan Jetske is of aan Albert. En voordat we echt de vragen, de vingers in de lucht gaan, toch even een bedankje alvast ook naar Jetske en Albert allebei. Want ik vond het een onwijs inspirerend verhaal. En ik heb wel een stuk beter beeld gekregen van hoe het geldt en zelf bij een heerboerderij. Misschien een mooi moment om over te gaan naar de eerste vraag. Wie wil hem afbijten, de spits? Even kijken, heeft iemand zijn hand omhoog? Ah ja, Arianne, ik zie dat. Je mag hem stellen als je wil. Albert, jij zei van, ik heb die helpende handen, die zijn zeker nodig. Waar heb je allemaal mensen voor nodig? Hoeveel mensen lopen er zo door de week met jou mee of wat doen ze? Schoffelen. Schoffelen mag altijd. Daar hoef je niet eens meer voor te vragen. Als je wil schoffelen, ben je altijd welkom. Al is midden in de nacht, kun je wel de plantje van minder goed zien. Maar schoffelen mag altijd. En afgelopen jaar heb ik ook veel de planten en het oogsten op een gegeven moment. Het planten doen we wel machinaal, maar dat betekent wel dat je een groepje van 4 mensen nodig hebt. Eentje rijdt op de trekker, 2 zit op de plantmachine en ik loop erachteraan om het te controleren, bij te sturen. Zien of het allemaal goed gaat. Het oogsten zit gewoon veel tijd in. En daar zijn we wel aan het kijken van, ja, gaan we iets met zelf oogsten doen? Of wil je dat aangeleverd krijgen? Ja, die balans, dat is nog wel even zoeken. Oké. Okay. Ja. Het is wel leuk om aan te vullen dat in de tijd van, ook door corona, werd er op een gegeven moment de oproep gedaan naar stelletjes, naar verliefde stelletjes bij ons. Omdat achterop de trekker om de plantjes te kunnen planten, moet je dicht bij elkaar zitten. Dus daar zit minder dan 1,5 meter tussen. Dus er werd bewust zeg maar, gevraagd naar stelletjes om dan samen op die trekker te zitten. Nou, hoe romantisch is dat, zeg maar. Dus dat is nog wel een beetje ook in deze tijden iets waar je rekening mee kan houden. Leuk. Arno? Ik zag. Ik hoop dat ik nu wel verstaanbaar ben. Ja, luid en duidelijk. Ja. Oké, ja, de vorige keer was er een probleem. Ja. Een vraag aan Albert. Ik was verrast te horen dat jullie de eerste kleiboeren zijn van de herenboeren. Waarom zitten de meeste herenboeren op het zand? Is dat toevallig of is dat toch omdat dat eenvoudiger boeren is? En wij hebben hier de keuze tussen zand en klei, hier in het Nijmeegse, van wat zou je aanraden? Op de eerste vraag even te beginnen. Herenboeren is natuurlijk begonnen in Bokstel. Ja, en dat groeit gewoon een beetje regionaal. En Brabant is zand. Daar heb je volgens mij niks aan. Hooguit West-Brabant, daar zit nog wat klei. Dus dat is volgens mij de belangrijkste reden waarom dat allemaal wat zand is. Maar dat is meer toeval dan dat het daarop gestuurd wordt. Beide grondjes hebben eigenlijk hun voor- en nadelen. En ik neem aan dat in Nijmegen, als je daar klei hebt, zal het rivierklei zijn. Op zich hele mooie grond. Kun je heel vruchtbaar, kun je enorme resultaten behalen.
Maar ik heb het hier ook gemerkt. Weet je, je hebt die klei die is te nat, die is te nat, die is te nat, die is te nat. En dan is hij een half dagje perfect en dan is hij droog. Dus je moet er echt heel kort bovenop zitten. En die zandgrond, ja, dat gaat eigenlijk altijd wel redelijk goed. Die zandgrond is wel veel gevoeliger voor onkruid. Schoffelen is daar nog veel belangrijker dan bij mij. Het heeft allebei zijn voor- en nadelen. Die kleigrond die komt iets later op gang, gaat wel later door in het seizoen. Zand, ja, daar kun je wel wat eerder op. Ja, en sommige gewassen trouwens, ja, die groeien gewoon beter op klei en, of op zand. Dus daarin merk je ook, ja, daar ben je echt los van het seizoen, ben je ook natuurlijk regio gebonden met wat je ja, op je bord krijgt uiteindelijk. Oké, Arno, ik zag je knikken, dus ik ga ervan uit dat de vraag ook bevestigd is. Ja, prima, prima. Ja. Ja. Dus even kijken, scan ik even de schermpjes af naar meer vragen. Misschien dat ik ondertussen alvast een vraag kan stellen vanuit Anita, vanuit de chat. Ook aan jou, Albert. Hoeveel contact heb je uiteindelijk met de individuele leden? En hoeveel leden zie je regelmatig ook in het veld? Misschien ook wel een vraag voor de beetje... les, denk ik niet. Ja, ik heb een... Nee, op een gegeven moment zo ingericht dat ik dacht, ik wil gewoon zelf korte lijntjes hebben met mensen. En als ik een keer een klus heb die ik niet in mijn eentje wil of kan doen, dan moet ik gewoon makkelijk een poeltje hebben van mensen waar ik uit kan kiezen of die zich aanmelden. Nou, dat is iets uit de hand gelopen. Uiteindelijk hebben we een WhatsApp-groep met meer dan 100 mensen die hebben aangegeven dat ze wel eens of sporadisch op de boerderij mee willen helpen. En dat zijn mensen die... Ik heb eigenlijk... Nou, een man of 10, 15 die met enige regelmaat op de boerderij komen en dan actief meehelpen. Nou ja, en dus de ruim 100 mensen die het leuk vinden of op die manier op de hoogte gehouden worden van wat er allemaal gebeurt. En die af en toe ook wel komen helpen. Maar dat, ja, contact. En ik heb één grote pool alsmaar gemaakt in WhatsApp-groepjes. En los daarvan heb ik ook aparte groepjes gemaakt voor het verzorgen van de kippen. Wat in het weekend gebeurt en tijdens mijn vakanties en zo, tijdens feestdagen. Het verzorgen van de varkens. De boomgaard is een aparte groep voor mensen die dat leuk vinden. Ik ben nog voornemens om een groepje te maken voor het planten. Zodat ik echt een vaste structuur in kan gaan bouwen. En dat mensen ook weten waar ze toe zijn. Dat die elke woensdagochtend gewoon lekker weten hoe die plantmachine werkt. Die kunnen dat op een gegeven moment zelf gaan doen, hoop ik. Ja, dus best heel veel. Ja. En ja, digitaal. Ik ben niet voor niks met die Instagram begonnen. Want ja, door corona had ik zoiets. Ik wil gewoon dat mensen snappen dat het droog is. Dat had ik vorig voorjaar al. Want als mensen niet snappen dat ik nu hier loop te ploeteren omdat het zo droog is. Dan gaan ze straks moeilijk lopen doen dat ik weinig geproduceerd heb. En dan moet ik dan nog achteraf gaan uitleggen dat het zo droog is geweest. En als mensen dat door van die vlogjes zelf al zien, dan gaan ze straks zeggen, oh ja, het is droog geweest, vandaar dat het zo weinig is. Dan hoef ik niks meer te doen. Okay. Ja. En dat is ook iets groter geworden dan wat plan in principe was. Ja, dat is wel pittig. Een bepaalde verantwoordelijkheid die je dan toch wel meedraagt. En het vertrouwen dat je nog, ja. Maar wel, oké, okay, Jetske, ik zag trouwens ook dat jij op een mute zat. Dus misschien nog dezelfde vraag aan jou. Is wel leuk om te horen. Ja, precies. Want even vanuit de andere kant, zeg maar, even bekeken. Wat ik wel heel leuk vind, ik zie dus de boer vrijwel nooit aan het werk in het veld. En dat ligt niet aan hem, maar dat ligt dus aan mij. Omdat ik natuurlijk tijdens de afhaalmomenten de boerderij opkom. En dan zijn degenen die in de groep zitten van de uitlevercommissie, zeg maar even, die zijn er, die spreek ik dan. Of andere medeherenboeren. Maar ik zie eigenlijk mijn boer, hoewel door dat, mijn boer, onze boer Geert, die zie ik eigenlijk meer op de, ik maar eventjes de community momenten. Dus als er iets met de kinderen te doen is, in de feesttent, dat doen we elk jaar. Nou goed, dit jaar dan niet. Dus meer in de informele sociale setting. En dan vraag ik natuurlijk ook wel dingen. En dan lacht hij me ook misschien half een beetje uit van soort van de domme vragen. Maar op een leuke manier hebben we daar dan het gesprek over. Maar wat ik met name leuk vind, is dat ik hem concreet kan bedanken voor mijn voedsel en voor het produceren daarvan. En hoor ik ook zijn zorgen, inderdaad, dat we hadden vorig jaar ook met de droogte, met name vanwege de zomer, had hij echt wel zorgen over of hij voldoende uitgeleverd kon krijgen. En ik
heel erg, ik was me bewust van de droogte, maar ik was me niet bewust van zijn stress daarover. En dat was voor mij ook wel weer een eye-opener. Dus dat vind ik ook wel heel fijn om dat nu te kunnen. En niet fijn dat die stress er is, maar wel dat ik weet wat er achter de schermen, noem ik het maar even, gaande is. Dat vind ik wel een hele mooie een meerwaarde, is voor mij ook wel een les. Ja, leuk. Misschien hadden we al het ijs moeten bewaren. Ja, precies. Even kijken, is er nog iemand die een vraag heeft voor Albert? Of, kijk, Arno, ik zag jouw hand al. Maar even kijken. Anders. Nou ja. Ik zie nog geen andere handen hoor, dus Arno, ga je gang. Ja, ik ben wel benieuwd, zowel een vraag aan Jetske als Albert, van is het belangrijk om echt ook een fysieke boerderij te hebben, of een plek, een gebouwtje, iets waar mensen kunnen samenkomen? Zal ik hem eerst, ik weet eigenlijk niet hoe jullie dat hebben georganiseerd, Albert, dus daar ben ik zo ook wel benieuwd naar. Ik zwaai ondertussen even naar Shannon en hun partner. Nee, precies. Wij zijn in de ontwikkeling, noem ik het dan maar even. Uiteindelijk willen we heel graag een Vlaamse schuur daar neerzetten. Dus er is ook al een houten gebouw, plannen uiteindelijk om daar een fysieke ruimte te hebben. Er is nu ook soort keten, zeg maar eventjes, om dingen ook in op te slaan. Nou, en heel praktisch was het toch ook wel heel handig als er voor excursies die er zijn, als de Tweede Kamerleden rondgeleid moeten worden, de koning langskomt. Nou, dat soort dingen is het dan, dat is allemaal meer externe exposure. Maar eigenlijk voor ons als leden, eigenlijk niet, want wij komen daar met warme kleding aan. En met je moddelaars, hè, kom je daar het terrein op en haal je je spullen en heb je klets je wat en sta je in principe buiten. Ik heb ook best wel wat activiteiten dan gehad die dan ook buiten waren. En soms ook best wel koud. Maar dan zit er een vuurtje wordt erbij gestookt. En dus heel praktisch gezien heb je het eigenlijk niet nodig. En toch is het wel heel fijn. Het is met name voor die activiteiten die je met elkaar organiseert. Al is het heel simpel een toilet, zeg maar. Is dat wel iets wat de aantrekkelijke werking van de plek wel groter maakt. Dus absoluut een streven, laat ik het dan zo zeggen. Maar ook geen must. Dat is even mijn beeld daarbij. Maar Albert, ben benieuwd hoe jullie dat hebben georganiseerd. Ja, wij zitten op het terrein eigenlijk van een voormalig melkveebedrijf. Dus daar staat een groot woonhuis bij. Die boer die woont daar zelf nog. En er staat een grote lichtboxenstal met een machineberging. Dat gaat allemaal, vrijwel allemaal, tegen de vlakte. En daar een deel daarvan blijft in een andere vorm wel beschikbaar voor ons. Tegelijk. Ja, ik zie het wel als een must dat je iets van opslag hebt voor je machines. Dat je ruimte hebt om je graanoogst neer te kunnen zetten. Als je aardbos op een gegeven moment gaat oogsten, dat je dat op eigen terrein kunt neerzetten, vind ik wel heel erg fijn. Ik zie daar ook wel een stukje duurzaamheid in. Op het moment dat ik mijn machines binnen kan zetten, dan gaan ze toch een jaar of 3, 4, 5 langer mee dan als ze altijd buiten zouden moeten staan. Of als ik mijn aardappels extern moet opslaan, wat volgens mij in Bokstel veel gebeurt. Ja, ben je toch meer aan het heen en weer rijden. En als dat allemaal op de locatie kan, ja, is dat wel het fijnst. Wat bij ons ook nog zo is, doordat we die kleigrond hebben, denk ik niet dat we de koeien jaar rond buiten kunnen houden. En daarom heb ik ook tegen de gemeente hier gezegd, ik wil dat hier een potstalletje is, zodat we in ieder geval nog 2, 3 maanden, zeg half december tot 1 maart, die koeien in ieder geval een warme plek, een warme droge plek kunnen geven, mocht het buiten echt niet gaan. Dat is ook onderdeel van dierenwelzijn, vind ik. En goed voor je dierenzorg betekent ook de faciliteiten daarvoor op orde hebben. Ik hoor je niet zeggen van het is voor de leden belangrijk dat er een plek is. Ja, hebben wij straks ook wel een uitgifte plek waar je ook in de winter droog en enigszins verwarmd kan staan. Ja. Maar zou eventueel buiten ook wel gemaakt kunnen worden. Okay. Maar het is wel heel lekker als je dat binnen kunt doen, hoor. Was dat voldoende? Ja, heldere antwoorden. Mooi. Ook dat geeft weer een beter beeld van het
dingen waar je tegenaan loopt ook wel. Ja, volgens mij is het vanuit Herenboer Nederland wel gezegd, ja, we hebben geen gebouw nodig, maar nou, ja, helemaal zonde, zou ik niet willen. Ja. Ja, wat wel grappig was over die feesttent, dat het jaarlijkse, ja, wat is het, dus een soort quiz en sociaal event, noem ik het dan maar even. Daar herkende ik mensen gewoon bijna niet, omdat ik ze normaal altijd zie in hun buitenkloffie, noem ik het dan maar eventjes. Hè? Dus met die laarzen en warme jassen aan. En dit was dan de feesttent, dus waren mensen wat meer aangekleed, om het zo maar te zeggen. En dat was zo grappig, dus dat je daardoor ook weer merkt, van ja, je leert wel mensen dan ook in het echt kennen. Hè? Gewoon met een lekkere warme kloffie aan en niet allemaal te veel opgedirkt. Dus dat is wel grappig. Maar dat ligt er dus aan hoe je dat organiseert. En overigens, die feesttent, noem ik het dan maar even, dat was echt op een andere locatie. Dus dat was, dan zaten we ook niet op het terrein zelf. Ja. Oké, okay. Ik maak een rondje langs de velden. Nou, heel leuk als die vragen komen, hoor. Ik ben heel benieuwd wat jullie een beetje hebben meegekregen van onze twee inleidingen. Ja, ik moet ook zeggen dat het best wel uitgebreid, of de verhalen zelf gaven al best een goed beeld ook. Ja. Misschien ben ik dan ook bevoordeeld dat ik zelf Boksel ook een keer bezocht heb. Ja. Dat is sowieso wel aan te raden om echt een keer een herenboerderij te bezoeken. Ja. Arjan. Ik kan je nog niet verstaan. Waarschijnlijk zit... Nee, het geluid doet het niet. Misschien dat de chat uitkomst biedt. Oh, wat jammer. Ja, ik denk... Ik ben bang dat het dan soms zelfs met... Ik hou even de chat in de gaten, hoor. Kijken hoe daar... Ondertussen dan een vraag van Anita. Hier in regio Nijmegen hebben ook best wat mensen een moestuin. Werd er op de herenboerderij in Rotterdam ook nog wat uitgewisseld onderling uit privémoestuinen? Of schat ze Rotterdam dan niet goed in? Van Rotterdam vraag ik het wel even aan Albert, maar vanuit Boksel weet ik het gewoon letterlijk niet. Wat me dus opviel, en dat ik had eigenlijk verwacht dat er heel veel mensen zouden zijn die inderdaad van moestuin, noem ik het dan maar even, naar next level, hè, de herenboerderij zouden gaan. Wat ik ervan weet, maar ik ken ook niet alle leden, dus laten we daar ook meteen maar helder over zijn. Degene die ik daarover sprak, die hadden zelf geen moestuin. Dus het waren niet de moestuinliefhebbers of die zelf heel actief al in die grond aan het vroeten waren. Er waren ook veel ondernemers die zeiden van, goh, ja, die misschien best wel waren van de Albert Heijn, die bezorgservice picknick of zoiets, of... maar die in dat systeem zeiden van, goh, maar daar moet ook echt wat in veranderd zijn worden. Dus je ziet bij ons ook wel echt een mooie mix, noem ik het dan maar even, tussen degene die inderdaad thuis een moestuin hebben gehad. Maar ook wel mensen die in eerste instantie wat vervreemd waren van hun voedsel. En dat nu via deze weg weer terug krijgen, langzaamaan dan weliswaar. Dus dat vond ik, is ook wel leuk om te zien dat daar wel echt een diversiteit in zit en deelnemers. Dus het is ook niet te veel, we zijn niet één pot nat. Er zitten echt wel verschillende types in. Dus dat vind ik wel heel leuk om dat te zien. Maar ik ben benieuwd of er ook, ik weet niet of je daar inschatting kan maken, Albert, rondom de moestuin in de verre ook werd uitgewisseld van elkaar, onder de leden. Nou, wat ik op de boerderij zelf, wij hebben de uitgifte op dit moment nog op een externe locatie. Omdat er op de boerderij zelf veel gebouwd wordt en ontwikkeld wordt. Daarom zie ik dat eigenlijk niet, dat mensen hun eigen moestuinoogst meenemen en uitwisselen of ruilen of dat soort dingen. Wat er bij de uitgifte gebeurt, weet ik niet precies, want ik ben daar twee keer bij geweest. En dat vond ik twee keer ontzettend leuk, want die waardering en het dankjewel dat mensen ineens naar de boer toe kunnen geven. Ja, dat deed echt wel wat met me. Dat ik dacht, dit ken ik helemaal niet als boer zijnde, want Friesland Campina komt de melk ophalen en die RMO-chauffeur, daar praat ik niet eens mee. Laat staan dat ik weet wie dat opdringt uiteindelijk. En dat mensen dat zo direct naar je zegt, dat is wel heel leuk. Kost tegelijk ook heel veel tijd. En als je die tijd niet hebt, moet je vooral niet bij die uitgifte zijn. Want je weet gewoon dat je 2 uur lang niet productief bent. En kletsen, ja, veel kletsen. Ja. Dus ik heb daar besloten niet te vaak bij te zijn. En vanuit het corona-oogpunt werd dat vanuit Herenboer Nederland ook zelfs afgeraden. Want oh ja, de boer, als die uitvalt, hebben we al een probleem. Zo cruciaal ben ik dan blijkbaar.
absoluut cruciaal beroep. Ja, andersom realiseerden we ons toen ook met het begin van de coronatijd was er ook zo'n run op supermarkten en op wc-papier en dat soort dingen. Hè. En toen realiseerden wij ons als gezin in ieder geval, zeg van, oh, het feit dat je een soort voedselzekerheid hebt, dat je dus een mede-eigenaar bent van een boerderij, dat is eigenlijk veel meer waard. Want je weet niet hoe die logistieke operaties voor supermarkten, nou, mocht er iets heel geks gebeuren, of die wel kunnen blijven draaien. En hoe gaaf is het dat jij wel nog in de buurt naar jouw eigen boerderij, dat je daar voedselzekerheid hebt. Het is gelukkig niet zo extreem, maar dat realiseerde ik me wel. Dat ik dacht, hé, dat is ook echt wel wat waard. Ja. Ja. Leuke toevoeging. Hopen dat ze de boerderij dan niet plunderen. Want nou ja, zo zijn ze dan ook alweer. Ja. Daar zijn er genoeg om te komen beveiligen. Maar ja, laat dat niet de bedoeling zijn. Nee, zeker niet. Ondertussen heeft Lian via de chat nog laten weten. Geen vraag. Maar ze is super blij om de verhalen te horen. Waar ze ook veel mee kan. En leuk om te vertellen is dat Lian van Herenboer groene hart is. Dus dat ze ook graag in contact wil komen. Dus ook meteen even de vraag aan Albert, specifiek of ik jouw gegevens mag delen met Lian eventueel. Ja, daar heb ik niet zoveel problemen mee, joh. Ja? Oké, dan kan ik jullie met elkaar connecten en dat jullie daarna specifiek contact zoeken. Arno, ik vraag, heb nog een handje omhoog. Ja, gewoon nog een paar. Ingrid, zullen we bij jou beginnen? Met wie? Ja. Ingrid. Voor de afwisseling ga ik dan nu, Arno. Jetske en Albert, allebei super bedankt voor jullie bijdrage. En ik heb een vraag aan jou, Albert, want jullie hebben nog geen koeien. En was het binnen de coöperatie een discussie of jullie überhaupt koeien zouden nemen? Of was dat gewoon een voldongen feit en ging iedereen daarin mee? Ja, daar is eigenlijk niet echt discussie over geweest. Nee, dat is vanaf begin af aan altijd wel, ook vanuit Herenboeren Nederland, dit is het totaalplaatje, daar horen koeien bij. En dat, ja, mm-hmm. Daar was ook iedereen tevreden mee. Dat is ook meegenomen in de inrichting van het gebiedje eigenlijk waar we zitten. En ik moet zeggen, als koeienboer zijnde, had ik ook wel even flink moeilijk gedaan op het moment dat er mensen zouden zijn, ja, die koeien moeten we niet. Ja. Tegelijk vind ik, en dat is heel eerlijk, maar zie ik ook wel wat voor ruimtebeslag die runderen dan innemen in het totale pakket. En ja, daarmee ga je wel extra bewust dat stukje vlees eten. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Nee, ik snap dat in het concept zit, zo communiceren wij er ook over, maar het roept soms ook de vraag op van, moet je het eigenlijk wel willen? Of, dus vandaar dat ik dat even wilde weten, dat het dan binnen de coöperatie speelt. Ja, je probeert eigenlijk wel altijd te zoeken naar hoe kunnen we die dieren, wat doen die dieren, wat voor functie hebben ze in het hele systeem en hoe kunnen we dat in onze boerderij zo goed mogelijk uitnutten. Mm-hmm. En niet alleen maar een stuk gras zetten waar we ze op zetten, maar misschien kunnen we er wel iets meer mee. Ja, oké. Ja. En ik zie een vraag in de chat die ik dan ook gelijk even aan jou stel. Hoeveel procent van de monden is vegetarisch in Rotterdam? Weet jij dat? Volgens mij hebben we 497 monden of zo. 500 ergens, rondom de 500. En ik dacht dat we 420 vleesmonden hadden. Oh, dat is dus best 80 veel. Vegetar. Ja, die verhouding, ik had hem eerlijk gezegd anders verwacht. Ja, in Nijmegen zitten wij op 1/3 vega, als ik het goed heb. Kijk even naar Rob en 2/3 vlees. Ja, ik krijg een pluim van Rob, goed onthouden. Ja, oké, okay. Dank. Ja. Ik wil dit vastleggen en plein voor op voor Ingrid. Dat is heel veel waard. Ja, mooi. Nee, leuk. Ja, bij ons, het is wel grappig om dat te zien. Precies wat Albert zegt over de grootte, zeg maar even. Of het aantal ruimte wat er nodig is voor de runderen. Bij ons is het ook het feit dat je aankomt lopen en je ziet daar jouw koeien staan, zeg maar even. Er wordt een kalfje geboren. Ja, hoe gaaf is dat? Tegelijkertijd precies, je doet dat wel met een reden. En ik vind dat ook wel mooi vanuit Herenboeren Nederland, of in ieder geval in Boxtel, dat het ook echt koeien zijn van een soort uitstervende ras, zeg maar. Dus dat je daarmee ook heel bewust, zeg maar, kiest voor als je dan vlees eet. En in ons gezin hebben we heel bewust gezegd van, nou, we eten minder vlees, maar het vlees wat we eten, weten we waar het dan vandaan komt. Dus dat is onze persoonlijke overweging. Maar ik vind dat wel heel mooi hoe dat wel heel prettig naast elkaar bestaat, zeg maar. Dus dat er niet een soort strijd is tussen
de ene keuze of een andere keuze, dat het mooi naast elkaar bestaat. Ja. En het geeft ook een goed gevoel dat je dus daarmee dus die, maar even dat bijzondere ras toch ook weer een soort van plek geeft in het geheel. Het zijn brandrode runderen. Dankjewel, brandrode runderen. Inderdaad, er zijn er volgens mij nog een stuk 600 van in Nederland. Dus hartstikke goed om daarmee bezig te zijn, om dat ras in stand te houden. Je spreekt mijn boerhart eventjes, hoor. Ja, heel goed, heel goed. Ja. En mijn boer, wat is het? Ik ben een kleindochter van een gemengde boerderij. En mijn oom heeft inderdaad, dus de schaalvergroting is hier aangegaan als melkveehouder. En we hebben er wel wat gesprekken over, zullen we maar even zeggen, binnen de familie. En dat vind ik altijd wel belangrijk om dat te benaderen, ook naar hem toe. Of dit is zeker geen beweging tegen de boeren, maar echt iets, een systeem wat daarnaast staat. En eigenlijk is het, zegt hij zelf ook, ja, dit is natuurlijk terug naar het gemengde bedrijf zoals dat vroeger was. En hoe gaaf is het om dat weer met elkaar te leren, hoe dat ook alweer moet, dat gemengde bedrijf. Dat zijn we ook een beetje verleerd in één generatie, helaas. Dus het is leuk om dat te doen. Ik merk in, ik heb het ook wel zo genoemd, eigenlijk doe ik hetzelfde als wat mijn opa deed, maar dan een stuk groter. Ja. Die had ook wat kippetjes en wat varkens en die ging in november naar de slachter en had hij de rest van de winter had hij vlees. Ja. En ik doe het iets groter en ik eet het allemaal niet zelf op. Tegelijk zie ik ook dat, ik ben niet opgeleid om een gemengd bedrijf te hebben. En ik weet heel veel van koeien af. Ik weet inmiddels best wel wat van tuinbouw en iets van akkerbouw af. Maar meer van akkerbouw eigenlijk nog dan van tuinbouw. Dat is echt een andere tak van sport. En die boomgaard. Ik doe maar wat soms, heb ik het idee. En dan heb je wel adviseurs erbij en mensen die er echt verstand van hebben. En dat, uiteindelijk ben je dat aan het uitvoeren. En dat komt ook wel. Maar er is geen opleiding om herenboer te worden, als waar, met al die verschillende facetten. Dat is ook iets in het onderwijssysteem wat we op dit moment hebben. Dat we echt heel erg gericht zijn op specialisatie. En dat terugbrengen naar gemengd bedrijf is echt wel... je vraagt wel wat van een boer. Ja. Ik zag Rob zijn hand omhoog, zeker bij het, de runderen die er niet zijn. Ja, brandrood is een heel mooi ras. En, het is ook een dubbeldoel koe. En ik vraag me af, mijn opa was ook boer, die had 4 koeien, had de grootste boerderij in het hele dorp. Dat was in Italië overigens. En mijn oma zuivelde dus. En als je hebt over een gemengd bedrijf en weer een beetje terug naar die stel, dan ga je op een gegeven moment ook de vraag stellen. Ga je zuivelen, ga je kaas maken, ga je dat soort dingen doen. Heb je dat ergens in je achterhoofd zitten, Albert? Want je hebt ook een zuivelboerderij in de haven van Rotterdam gehad. Dus aan de mogelijke plekken heb je wel ervaring mee. Ja, koeienmelk op gekke plekken, daar weet ik wel iets van. Ik heb in een grijs verleden ook nog in Mongolië gewerkt op een melkveebedrijf. Dus in de Frieskou. Dus. Het zit wel in mijn achterhoofd. Maar tegelijkertijd weet ik ook hoeveel werk er achter weg komt. En dat je koeienmelken... 2 keer per dag, 7 dagen in de week, dus 14 keer in de week, 365 dagen per jaar moet doen. En als ik de verantwoordelijkheid heb over mijn koetjes, dan moeten daar niet zo heel veel andere mensen aan gaan zitten. Dan wil ik dat ook doen. En dan heb ik ook ineens iets van, hey, maar als ik dat voor mezelf doe, vind ik dat goed. Maar doe ik dat in loondienst, dan moet er ook wel iets tegenover staan als het ware. En als het dan maar voor 500 monden is. Ja, als iedereen een liter melk of een halve liter melk drinkt per dag. Dat is al best wel veel, denk ik. Ja, dan heb je niet zo heel veel koeien nodig. En om daar dan wel die 14 keer in de week te staan. Nou ja, dan kunnen we niet naar de kroeg toe. Maar dan moet je dat daarna ook helemaal niet meer willen. Dat vind ik best wel veel nog eigenlijk. Om dat er ook nog bij te doen. Naast alles wat je toch al moet doen. Maar ja, als het enigszins kan, is het wel hartstikke leuk. Want koeienmelk is natuurlijk wel fantastisch werk. Nou, ik denk dat het voor ons ook helpt, dit verhaal, om door te krijgen. Want wij krijgen ongetwijfeld van die 200 gezinnen de vraag. Waarom melken wij die koeien niet? Nou, dit antwoord is helder. Mooi. Oké, dankjewel. Ja, ik zie al, ik kreeg ook net een tip in de chat, dat er al lang een hand omhoog zit bij Eva Remke, of de partner ervan. Ja, dus ga je gang. Ander ben ik, inderdaad de partner van. Ja, ik vroeg me inderdaad ook af van hoe dat met die koeien zit. Dat zijn dus nu vleeskoeien. Hoe is dat in Boksel dan, Jetske?
Vleeskoeien inderdaad, ja. Dus, okay. Dus geen melk. Net en die uitleg, ik heb het ook gevraagd uiteraard. Maar de uitleg was inderdaad dat de procedures om dat goed te kunnen doen, veilig, gezond en hygiënisch, zeg maar even. Dan moet je een melkkar laten komen. Dus daar dan zijn, ik maar eventjes, dan kom je toch weer bij schaal. Dan zijn de kosten en de uren te hoog ten opzichte van. Maar er is ook bij gezegd. Willen we dit echt? Dan kom je weer terug bij het herenboeren-idee. Als je dit met elkaar echt wil, dan wordt dat op een gegeven moment een collectieve opdracht. En dan gaan we dat doen. Dan moet je natuurlijk eerst uit gaan zoeken wat dan precies de kosten zijn. Dan ga je dat in het statuut of ga je dat voorleggen bij de algemene ledenvergadering. Ja. Dus, en dat vind ik, dat principe vind ik ook heel fijn, waardoor ik als lid ook heel veel vertrouwen heb in het bestuur of in het collectief, omdat ik weet dat het is niet alleen de boer die alleen, heel flauw gezegd, de touwtje in handen heeft. Uiteindelijk is het ook de collectieve keuzes die we met elkaar maken. En de boer is daar wel leidend in, gezien zijn expertise en zijn professionaliteit. Dus die adviseert natuurlijk het bestuur wel wat de beste keuzes zijn. Maar uiteindelijk kies je als collectief met elkaar hoe je het wil hebben, zeg maar. Dan hebben we al ook een voorbeeldje bijvoorbeeld over het, dat gedoe met naar je plek te komen om uit te leveren. Waarom niet thuis laten bezorgen? En toen was het, als wij met elkaar dat willen en wij gaan met een elektrisch karretje dat 2 keer in het jaar, dat kost dan geld. En als we dat met elkaar willen, dan kunnen we dat inbrengen en dan kunnen we daarvoor stemmen. Daar hebben we nu niet, volgens mij is het officieel nog nooit niet ingebracht als concreet voorstel, maar dat is het principe van het collectieve. Dat vind ik ook wel het mooie eraan. Ja. Oké. En ook, kijk, ik hoor ook van Albert, je bent in principe heerboer 40 uur in de week. En daarin moet je het werk doen. Je staat als op mute, Albert, let op. een boerderij gaat 24 uur per dag, 365 dagen per week door. Hoe wordt dat geregeld dan? Zeg maar, vangt de community dan de rest van de tijd op? Ook vakantiedagen? Ik word betaald voor 40 uur in de week en na woensdagmiddag ga ik hobbyen. Dat is het eigenlijk een beetje. Dan zit 20 uur erop. Ja. Nou ja, in de zomer is het wel zo. Dan ben je 80, 90 uur in de week gewoon bezig. En het werk is hartstikke leuk, dus ik zie dat niet echt als werk. Ik ben er ook gewoon graag. Ja. En het idee is in ieder geval dat je dan in de winter heb je wat. Het werk op het land ligt stil, er groeit niet zoveel. Je hebt die varkens en kip en de koeien, moet je wat verzorgen. Als je daar een uur, anderhalf op een dag mee bezig bent, ben je ook wel klaar. Nou, dan zou je met een uurtje of 10, 15 per week klaar kunnen zijn. En dan ben je, compenseer je dan, is het idee, de uren die je in de zomer te veel hebt gemaakt. Maar ik moet zeggen dat dat in praktijk niet zo werkt. Nee. Okay. Nee, zeker in zo'n beginfase. Ja, ik ben nu nog steeds gewoon 40 uur in de week bezig. Het is allemaal overzichtelijker. Het is beter te plannen. Maar je bent nu bezig met een deelplan maken. Je bent bezig met hoe gaat die nieuwbouw eruit zien? Wat voor raskoeien gaan we nou eigenlijk houden? En hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we de communicatie met de leden volgend jaar toch ietsjes anders aanpakken en beter doen? Hoe zorg ik dat er voldoende mensen komend jaar weer staan? Hoe ga ik de irrigatie overal neerleggen? Dat soort dingen die je in de loop van de tijd moet gaan opbouwen. Dat kost nu ook gewoon tijd. En dat is makkelijker te plannen. Wel heb ik de relatief simpele dingen. Dus de kippen verzorgen, varkens verzorgen. Daar heb ik een mini cursusje voor opgesteld met de oproep gedaan bij een aantal leden. Wie zou het leuk vinden om dat te gaan doen? Je kunt een keer met mij meelopen, dan kun je nog een keer kijken of je dat echt ziet zitten. Daarna ga ik het een keer zelf doen, ga ik meekijken en dan ga ik zeggen of ik het zie zitten. En daarna maken we een roostertje, zodat ik in ieder geval mezelf kan vrij roosteren in de weekenden. Ja, precies. Dat is in de wintertijd heel fijn, in de zomer ben je er gewoon 6,5 dagen in de week. Ja. Ja, je hebt natuurlijk 10 andere dingen te doen. Ja. Ik breek even in. Ik neem het heel even over van Piet. Piet moest even weg. Heb jij zo voldoende antwoord op je vraag, partner van Eva? Ja. Want ik zie daar een handje namelijk in mijn linkerbovenhoek bij Clarence. Of ik weet niet of ik het zo goed uitspreek. Heel goed. Maar, die wil ik ook nog even aan het woord laten. Ik had een vraag. Jetske, jij vertelde net over
ja, dat er gewoon besluiten in worden of voorstellen worden ingebracht. En ik wil eigenlijk even iets meer horen over hoe dat voor jou is om ja, in zo'n beslissen of wat besluiten over die boerderij, wat dat voor jou betekent. Ja, ben je daar veel mee bezig of is dat voor jou? Ik ben daar minder mee bezig dan ik had gedacht dat ik ermee bezig zou zijn. Dus in het begin zat ik er vol in. Dus ik was bij die avonden en ik was bij die wat meer, ik noem maar eventjes meer die community-avonden. Wilde weten, hoe zit het erbij en wat is hier aan de hand? En op een gegeven moment heb ik dat ook een beetje losgelaten. Ook gewoon puur even van mijn tijdgebrek. En ik merk nu ook dat nu even, dus deze fase, ben ik even wat minder aangesloten, noem ik het dan maar even. Maar dan merk ik wel dat ik heel veel vertrouwen heb in de groep die er wel mee bezig is. Dus dat maakt ook dat het oké is voor mij nu om dat nu even soort van los te laten, zeg maar. Want ik weet ook wel weer dat er weer een tijd gaat komen dat ik het wel weer leuk vind om daar weer wat meer mee bezig te zijn. Dus volgens mij is dat een beetje, ja, ik weet niet of het een soort democratie noemt, maar het is een beetje het community bouwen, is dat we hoeven niet met elkaar, met z'n allen, ook consensus te hebben, of geen soort van veto uit te spreken, maar er is een soort basisvertrouwen in elkaar, dat we de dingen doen die voor het collectief goed zijn, zeg maar. Dus op dat moment, dus inderdaad, ik ben er dus nu wat minder actief mee bezig dan ik ook van tevoren had gedacht dat ik ermee bezig zou zijn. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Heb je het idee dat je daar zelf heel veel, zeg maar, juist heel actief bij betrokken zou willen zijn? Of maak je je zorgen, het zou ook kunnen, over van hoe gaat zo'n sociaal experiment en zo'n proces? Kan je daar een beeld bij geven? Ik denk dat ik daar zeker ook een groei in verwacht. Uit groep. Ja. Ik kom net kijken hoor. Ik heb eigenlijk Nijmegen opgezocht naar jouw verhaal. En ik was zelf ook bezig. Ik ben zelf bezig met zoeken naar land. En ik had zoiets van, nou, als dat in Nijmegen bestaat, dan is dat nog veel leuker. Hmm. Om dat met meerdere mensen te doen. En een groep die al bezig is. Dus vandaar. Hallo allemaal. Ik denk dat het inderdaad aan het begin voor iedereen spannend is. En op een gegeven moment ook een proces wordt waar je weet van, hey, dat zijn issues waar ik mee bezig wil houden. En op een gegeven moment aan andere dingen, daar zijn andere mensen beter of meer geëngageerd in. En ik denk dat het op het moment dat er goede ideeën zijn, dat het ook gewoon landt. Ja. Mooi, ja, ik hoorde het ook wel eens van onze voorzitter, dat hij op een gegeven moment ook letterlijk heeft moeten leren om op zijn handen te zitten. Dus in plaats van continu het proces, zeg maar, te sturen en te begeleiden en erop te zitten, ook heeft moeten leren om af en toe het even niet te doen en de leden zelf te laten doen. En dat is bijna meer een sociaal experiment en uitdaging dan dat het misschien technisch of voedseltechnisch is. Ik kan me voorstellen, ik weet niet, voor jou ook, Albert, zijn er dingen tegengevallen of op dat vlak? Mogen we dat jou even bevragen? Niet direct heel veel, wat ik me zo... Er schiet me niet heel concreet iets te binnen eigenlijk. Gelukkig. Fijn. Ja, op zich wel. Even tussendoor, om 10 uur sluit dan loopt de tijd af, zeg maar. Dus we gaan langzaam richting het eind, maar we hebben nog voldoende tijd voor een paar vragen. Ik zag Arno, je had net nog even je hand op, maar steeds een vraag. Ja. Nou, ik wil nog een vraag stellen aan Albert over de plaats van eigenlijk van de natuur, biodiversiteit op de boerderij. Is dat iets wat een speciaal doel is, of is het zo dat je zo natuurvriendelijk wilt boeren? Dat zijn in mijn beleving twee verschillende manieren waarop je ernaar kan kijken. Ja, weet je, zo natuurvriendelijk mogelijk is een vrij rekbaar begrip. En ik denk de meest conservatieve, gangbare, veldspuitende boer die zegt nog steeds dat die zo natuurvriendelijk mogelijk is. Maar wel binnen zijn eigen grenzen. In ons gebied heeft het echt wel heel veel focus. Hebben we niet voor niks die vogelakkers allemaal aangelegd.
nou ja, kijken we ook naar hoe we in de boomgaard bijvoorbeeld met zoveel mogelijk biodiversiteit juist de boomgaard kunnen versterken. En die biodiversiteit nuttig inzetten. In de akkers merk ik dat ik ook nog wel wat beginnend ben. Maar ik ga komend seizoen ook experimenteren met een veld of een bed wat ik voor me zet met witte klaver. En klaver heeft als plan natuurlijk de neiging om stikstof uit de lucht te binden. En die op te slaan in de wortels, die dan vervolgens weer door middel van de biodiversiteit, of bodembiodiversiteit, beschikbaar komt voor de plantjes die erin staan. Dus als je een bed vol met klaver hebt, is mijn idee in ieder geval, en ik zet daar de kool midden in, heeft die kool weer positief effect van de stikstof die de klaver uit de lucht haalt. En op die manier probeer ik dan wel te kijken, van, het zit daar misschien iets in. Want vervolgens wordt dus onkruidwieden daar onmogelijk. Ja, maar ja. We gaan het zien. Dat zijn wel leuke experimenten die je juist ook binnen een herenboerencontext goed kunt doen. Want ja, thuis wordt dat lastig. Want stel je voor het mislukt, ja, dan ben ik mijn inkomen kwijt. En hier denk je, het risico wordt gespreid door 200 leden, maakt mij het uit. Ja, maar een vogelakker, die zaai je in voor de vogels, zeg maar. Dat is als het ware een investering die je voor de natuur doet. En daar haal je niks, geen oogst van af. Is dat iets wat je samen met de leden zo besloten hebt om dat zo te doen? Nee, eigenlijk niet. Dat is, het bestuur heeft dat ooit al in samenwerking met Natuurmonumenten gedaan. Natuurmonumenten heeft daar bepaalde biodiversiteitsdoelstellingen op zitten. En onderdeel daarvan is een vogelakker, wat er dus inzaaien met zomergaan en helemaal niks meer aan doen. Geen onkruidbewerking, niet oogsten, helemaal niks. En daar zie je nu dat er de hazen en de dieren kunnen daar nog iets van voedsel vinden. We hebben ook een patrijzenmengsel, een bloemenmengsel ingezaaid, wat 3 jaar daar lang moet staan en zichzelf moet gaan herinzaaien als het ware. Er komt een stukje botanische akker, wat heel fancy klinkt, maar wat eigenlijk neerkomt op gewoon tarwe en luzerne. Ja, maar goed, dan investeer je als het ware als herenboeren in natuur, want dat kost natuurlijk ook gewoon geld. Ja. Ja, wij betalen relatief weinig pacht, maar onderdeel van de overeenkomst is wel dat wij als herenboeren dat soort vogelakkers beheren en het zaaizaad daarvoor inkopen. Ik zit daar in mijn uren die akker te bewerken. Ja, die uren kan ik niet aan die bloemkool besteden die we kunnen uitleveren. Ja. Oké, dank je. Dat is wel leuk, waar ik meteen aan moet denken is dat je investeert eigenlijk als lid dus ook in de natuur, zeg maar, hè, veel concreter op dat plekje. Ik ben ook zelfstandige of ondernemer en ik niet om het te misbruiken, maar ik gebruik het ook nog wel eens. Dat ik heb in mijn offertes ook een soort MVO-beleid staan over wat doe ik dan als ondernemer, ook in het kader van duurzaamheid. En ik benoem dus ook het feit dat ik lid ben van de herenboerderij als een onderdeel van mijn MVO-beleid, zeg maar. Het is natuurlijk een beetje, daar ben ik als particulier natuurlijk lid van. Maar om mee aan te geven van god dat je bewust kiest over waar gaat mijn geld naartoe, zeg maar. En op welke manier wil ik dan positief bijdragen. En ik krijg altijd hele leuke reacties op, dat ze er meer van willen weten. Maar dat is een beetje een andere kant van god dat je mee nadenkt over op welke manier besteed ik mijn geld en waar draagt het toe bij. Niet alleen aan mijn voedsel, maar ook nog een keer aan dat stukje natuur op dat plekje. In ons geval specifiek aan de A2 waar je langs rijdt en die je ook nog een keertje ziet. Dus dat, maar daar zat ik in één keer aan te denken van, oh ja, dat is misschien wel goed om dat mee te geven. Dat soms ook zo werkt. Ja. Oké, ik denk dat we nog tijd hebben voor 1 vraag en dat we dan langzaam richting het einde moeten. Wie wil de uitsmijter verzorgen? Of leg ik de druk nu te hoog? Ik heb misschien nog wel een leuke overweging dan voor jullie. Ja, mooi. Als ik de ruimte mag pakken. Dat merken we ook. Ik heb heel goed contact met alle andere herenboeren. Boeren als waar. Geert van den Brugge, die staat nou bijna onder de sneltoets. En daar hebben we vandaag ook weer een Zoom-sessie over gehad. En wat een terugkomend ding is. Vanuit welke kant ga je vraag of aanbod gestuurd redeneren? En wat we heel veel merken bij herenboeren is dat
We hebben zoveel kilo vlees gaat er geproduceerd worden, zoveel eieren gaan er geproduceerd worden, zoveel kilo groente ga je krijgen met zoveel diversiteit erin. Terwijl we als boeren veel dichter op die grond staan. En dan zeggen we, ja, maar hoes even. Die grond willen we die optimaal gebruiken. En optimaal, dus niet maximaal, maar zo goed mogelijk. Waarbij we dus ook denken aan opbouw van organische stof in die grond, zodat die sponswerking allemaal beter gaat worden. Als we dat doorrekenen en we gaan kijken van, nou, als we dan die 10 varkens willen hebben, maar die willen we van eigen land af gaan voeren, dus we moeten een stukje tarwe gaan telen. Ja, dat kost zoveel land om die varkens groot te brengen op eigen grond. Dan komen we op een heel ander getal uit wat we kunnen leveren, wat de grond kan leveren eigenlijk. En die balans van waar ga je vanuit, wat denk je dat er geleefd kan worden, of wat kan de grond brengen, daar kunnen we nog een aparte sessie aan wagen. Okay, misschien ook dat is wel leuk om zelf over na te denken, van wat verwacht je nou eigenlijk van die boerderij? Ja, oké. Okay. Vond ik een hele leuke afsluiter, Albert. Ik wil jou en Jetske hartelijk bedanken voor het inspirerende en openhartige verhaal ook. Even kijken hoor, want cadeautjes, we hebben een klein presentje, die is jullie kant opgekomen. Ja, ik heb hem binnengekregen vandaag. Ja, hartstikke bedankt. Leuk. Omdat we het super waarderen dat jullie ook de tijd nemen om andere mensen te inspireren en ook dit verhaal te vertellen, wat verteld moet worden eigenlijk wel. En dat er zoveel energie vrijkomt in het delen van dit soort verhalen. Ja, dat spreek ik voor mezelf, maar ik vond het echt leuk om te horen. Zolang jullie het ook weer doorgeven, dan is dat helemaal in goede aarde. Ja, super. We hebben het opgenomen, dus we delen het via onze kanalen. Maar complimenten in ieder geval. Voor de rest in ieder geval, volgende maand hebben we op donderdag 18 maart de laatste winterschool. De lente is immers een aantocht, waardoor we hopelijk ook een schermtijd in kunnen ruilen voor fysiek contact. Weet je, de bloemetjes en de bijtjes, zeg maar, wat ook bij de lente hoort. In maart gaan we opnieuw de diepte in over de bodem. Dat doen we met niemand minder dan Henk Siepel. Henk is onder andere ook leraar dierenecologie geweest aan de Radboud Universiteit. En hij heeft ook bos- en natuurbeheer gedoseerd aan de Wageningen Universiteit. Dus we denken oprecht een leuke uitsmijter voor de winterschool. In ieder geval een spreker van formaat. Alle informatie over deze winterschool die staat op onze website en delen we op tijd via de kanalen. Rest mij jullie nog een hele fijne avond te wensen. En wie weet tot de volgende keer. En voor Albert en Jetske, ik stuur zo meteen nog een link om na te borrelen met het bestuur eventueel, als jullie zin hebben. Die kun je in je mail ontvangen. Ja. Dus tot ziens allemaal. Bedankt voor het afstemmen. En hopelijk tot snel in het echt. Doei.